De scheiding van mijn ouders ervaar ik niet zozeer op dat moment als een verandering van mijn sociale leven. Wat ik wel heel moeilijk vond, dat je ineens twee huizen hebt. Dan moest ik echt nadenken waar ik mijn spulletjes had. Ik denk dat ik daardoor op vrij jonge leeftijd heel zelfbewust ben geworden. En daardoor ook uh, in mijn puberteit een wat ander soort ontwikkeling heb gehad. En misschien wel daardoor ook wat, wat eenzamer had. Jerry Baudet, controversiële politicus en Tweede Kamerlid. Ik is ook enorm zwart gemaakt in Nederland, in de media en zo. Maar ik ben bereid om het te accepteren, want ik vind de waarheid belangrijker. Ik vraag me af of je daar misschien twijfels over hebt gehad nadat je een kind hebt gekregen. Want de dreiging ging eerst alleen naar jou, maar nu verandert dat misschien een beetje. Jongens, we moeten naar huis. Ik wil dit echt niet hebben. Hou op met deze onzin. Ik ga nu weg. Uh, voorzitter, kan het Christophe stoppen deze gekke Hetzelfde met al die andere dingen. Als je zegt, ja, hoe is het dan eigenlijk gegaan? Met die maanlanden. Hoe zit dat dan met John F. Kennedy, de moord op John F. Kennedy? Wat, wat was dat nou? Ik ben 9-11. Er zijn wel heel veel losse eindjes aan. Hebben we dat nog eens onderzoeken? Oh, maar precies in die leeftijd komen ze dus met enorme propaganda. Het is super leuk om transgender te zijn. Begin nu met de injecties. Wat ze daar niet bij vertellen, is dat dat een onomkeerbaar proces is. En die kinderen zijn voor het leven steriel. Je moet je kind ook soms beschermen tegen dingen. Ik vind dat heel, heel. Ik vind het echt heel erg. Dames en heren, voordat we beginnen, we zijn achter een probleem gekomen: 96,1% van onze luisteraars is niet geabonneerd op YouTube. Wij vragen jou dus om alsjeblieft te abonneren als je ooit hebt genoten van een van onze afleveringen. Het doel is om uiteindelijk rond de 70% te komen. Des te meer abonnees, des te grotere gasten wij kunnen regelen voor jullie. Dus abonneer even en geniet van deze aflevering. Chaddy, leuk dat je er bent. Welkom. Dankjewel, ik vind het leuk dat hier er zijn. Uh, super, het is uh, vandaag een beetje een andere aflevering voor de mensen die ons op YouTube kijken. We zitten op een nieuwe locatie hier in Haarlem. En uh, om alvast wat we later gaan bespreken wat duidelijker te maken, wil ik helemaal beginnen bij het begin. Als ik het goed heb, is dat in Haarlem. Je bent opgegroeid in Haarlem. Klopt. Uh, hoe heb je dat ervaren? Hoe was jouw kindertijd? Wauw. Ja, nee, het <laughs> dus, klopt. Dus ik ben uh, hier vlakbij uh, opgegroeid. Het is wel leuk om even terug te zijn. Mm -hmm. mijn, mijn vroege jeugd was idyllisch. Uh, ik heb een ontzettend leuke herinnering aan uh, op mijn kleine fietsje <laughs> naar de basisschool gaan. En uh, met, uh, het is ook Haarlem is ook vlakbij het strand, dus ik ging dan vaak ook met mijn ouders naar het strand, uh, heel veel zwemmen en uh, uh, kuilen graven en zo. Dus ik heb een hele vrolijke, fijne herinnering aan de, die tijd. Mooi om te horen en ik ben dan benieuwd, hoe zouden je Ouders, denk je omschrijven dat de kleine cherry was? Wat was het karakter van de kleine? Nou, in elk geval druk. <laughs> okay. Ik weet dat ik vulkaantje werd genoemd: Kaantje. <laughs> Kaantje. vulkaantje vulkaantje, omdat okay. ik zo oh. uitbarstingen uitbarsting had van energie. En, maar ik had ook um, uh, ik had een enorme liefde voor muziek. Ik was altijd ook verliefd op meisjes in mijn klas. Meestal meerdere tegelijk. Wij ook, wij ook. Uh, <laughs> dat ik voor jezelf, dus uh, <laughs> muziekvrouwen, uh, meisjes. Mm -hmm. uh, en uh, ja, heel veel gewoon met uh, kinderen uit de buurt. Dat we uh, met een bal eindeloos uh, mm -hmm. zoet mm -hmm. waren. Stoepranden, weet je wel, dat soort ja, dingen. Het is, gewoon, ja. het is natuurlijk de tijd, dat merk ik nu wel. Ik werk ook veel met jonge mensen. Maar die zijn echt al opgegroeid met smartphones. Mm. Maar wij hadden één telefoon. Met zo'n grote kabel, weet je wel. En ik kende de nummers van mijn vriendjes uit mijn hoofd. <laughs> Waarschijnlijk zou ik, als ik nu even me concentreer... nog de nummers nog steeds weten. Maar als, nie, als er niemand opnam... Dan, uh, ja, dan kon je misschien een bericht op het antwoordapparaat achterlaten. Of zo. Hmm. Maar dat was belt het. aan. Dan ja, je ging je ging dan gewoon aanbellen. <laughs> ja, ja. Ja, dus <laughs> ja. Dat waren een mooie tijden. <laughs> en ja. touwtje uit de brievenbus. Ja, ja. ja, <laughs> ja, ja dat kon <laughs> <toutje> in Haarlem gewoon. <laughs> <ja. laughs> dus het was, heel, nou, het was echt een hele andere tijd. Maar wel, ik vond het een hele fijne tijd... Uh, en dan had ik zakgeld. Dan ging ik een salmonjak-lolly kopen <laughs> weet je wel, bij de lokale snoepboer. En uh, ik vond vuurwerk heel leuk. Kijk. Dus dan ging ik ging dan ook helemaal uh, twee weken lang me op verheugen, mm -hmm. dat soort dingen. Mm -hmm. Ik vraag ja. me dan af waar die liefde voor die muziek vandaan kwam. Ik denk, jouw vader was pianodocent, zeg ik. Ja, dat goed? Klopt. Is dat daar doorgekomen of ontwikkelde je zelf een interesse op jonge leeftijd? Hij heeft me zeker uh, gestimuleerd. Ik had altijd cassettebandjes met uh, dingen. Maar, uh, en ik ging ook vaak onder de piano zitten. Als hij dan aan het spelen was of les aan het geven. Ik vond dat gewoon uh, heel mooi. Um, ja, ik weet niet waar dat vandaan komt. Is hè? de literatuur er toen ook al ingerold of is dat later gekomen op latere leeftijd? Dat is later gekomen. Ik was geen lezer als kind. Okay. Mm -hmm. Pas vanaf mijn twaalfde, dertiende zo'n beetje begon ik dat leuk te vinden. Ik had er de rust niet voor. Nee, en een schrijver wel? Dat wel. Zeg ik dat goed? Ja. ja. Want ik hoorde dat je toen verhalen verkocht aan je familie. Nee, ja, <laughs> <laughs> ik, ik ben inderdaad wel altijd aan het schrijven geweest. Ik wist ook al heel jong ik, dat ik drie dingen uh, wilde worden. Of schrijver, hmm. of politicus, okay. of kok. Politicus wist je toen al? <laughs> <laughs> ja, ik heb zelfs een soort beroepskeuze ding gedaan toen ik ah. elf was of zo. En daar kwam dat uit. Het dus is een heel raar profiel, weet je ja. wel. Of ja. kok, of schrijver. En ik, ben, ik, ik vind koken heel leuk. Ik heb ook een klein eetbedrijfje opgezet. eerlijk okay. eten.nl heet dat. Dan kun je eten van het land krijgen. En dan kun je dan uh, thuisbezorgd krijgen. Dus, uh, met mooi vlees en weet je, dat soort dingen. Ja. Maar uh, ik schreef inderdaad al vanaf heel jong verhalen. En uh, dat verhaal van dat verkopen, dat is dat, uh, ik heb op een gegeven moment de typemachine van mijn vader gejat. En toen ben ik zo een krant gaan maken. Het sloeg natuurlijk helemaal nergens op, maar gewoon met nieuwtjes en dingetjes. Mm -hmm. En toen had ik die. Ge, 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 dat ge, Je had toch geen printer natuurlijk. Dit was echt ja, de oude tijd. Zijn. Zo met een kwartje erin, en dan fotocopietjes maken. En toen ging ik dat inderdaad, uh, had ik in een kuifje of zo gezien, dat ze dan op de straathoek de krant gingen verkopen. Weet je wel, ja. uh, het nieuws van de dag voor 20 cent. Niemand mm -hmm. kocht dat natuurlijk. <laughs> maar dat... <laughs> dat ja, het de, het de kleine die... <laughs> Top. Ja, dus dat ondernemen, daar heeft ook wel in gezeten. Je, je verkocht ja, een soort ja, van... Ja, ja, behalve gaat... dat ik niet zo succesvol maar ja, was. Ja. Niet uit. Dat is misschien later gekomen. Uh, hmm. ja, daar ga ik het straks nog over hebben. Maar ik zie dat later ook een beetje terugkomen in je leven. Ja. Want je zei ook in een uh, podcast van twee jaar terug... Zei je van, uh, ik, mijn doel voor de zomer is om weer terug te komen... ...en te gaan zoeken naar de kleine Cherry. Om daar meer over te weten te komen. Is dat ja. ook gelukt? Uh, nou, één ding is gelukt. En dat is dat ik... De kleine Thierry uh, best wel terugzie in mijn eigen zoontje. Mm. En dat is heel bijzonder. Dus ik ben nu een jaar vader. Mijn, mijn zoon is echt een paar dagen geleden één geworden. En je gaat toch een beetje weer samen met hem terug naar die tijd. Wat zijn dan dingetjes die jij van jou heeft gekregen? Nou, ik, ik zie best wel heel erg veel gelijkenissen. Nu al. Ook qua foto's. Dat je echt denkt: van, wow. Mhm. Mm Twee foto's naast elkaar, het lijkt zo op elkaar. Mm -hmm. En ja, hij heeft natuurlijk nog niet echt een karakter dat hij kan laten zien. Hij kan nog niet echt praten en zo. Nee. Maar uh, als hij soms zo kijkt, dan denk ik, ja, wauw. Uh, <laughs> zeg maar zoon. Ja, dat is ja, ja. heel bijzonder. Bijna alsof je in de spiegel kijkt veertig jaar terug. Ik denk dat je dat ook moet ervaren. Hè? Ik weet niet of wij ons dat kunnen voorstellen. Al. Ik kon het me niet voorstellen. Nee? Nee. Ik, ik, had me, ik kon me geen voorstelling van maken wat het was om vader te zijn of hoe dat voelt. Mm -hmm. Mm -hmm. En uh, ja, het heeft wel het, mijn eigen leven kleiner gemaakt. Weet yeah. je, dat ik, ik vind zijn leven belangrijker dan mijn eigen leven. vindt het echt prachtig dat je dit zegt. Want we hadden vorige week iemand onder de podcast en die was dus ook laatst vader geworden. En die zei ook, het moment dat mijn zoon was geboren, voelde het alsof ik nu voor hem leef. Alles wat ik doe is naar latenschap voor hem. Wauw. Ja. Jouw leven verkleint eigenlijk een beetje. Het is nu allemaal ver met nu meer ja. geven dan krijgen, eigenlijk. Ja. Ervaar je dat ook een beetje, dus zo? Ja, zeker. Heel prachtig. Ja, en ik vraag me ook op de, de dingen die ik. Mooi zou vinden om aan hem over te dragen. Ik wou hem heel, heel, heel graag leren schaken, bijvoorbeeld. Mm -hmm. Ja, ja, ja. Ik wil graag een boeken gaan voorlezen, lekker warme chocolademelk voor voormaken s'avonds. Maar mm -hmm. het is nog wel, het eerste jaar is wel nog heel primitief. Dus heel veel hangt nog om de moeder. Ja, uh, dat hoor je wel vaker. De kind mm -hmm. is natuurlijk helemaal opgegroeid in die buik ook. Mm -hmm. Maar elke dag wordt het meer dat ik contact maak. Ja. Kan je misschien ook je eigen jeugd nog een beetje herleven door je kind? Misschien is dat ook een optie ja. om terug te gaan naar je jongere zelf. Ja, maar je moet natuurlijk niet uh, de fout maken dat je je eigen leven via hem wil nee. leven. Maar ik denk wel dat een heleboel dingen die ik al heel lang niet meer heb gedaan, naar art is gaan, uh, ja. dat, dat je dat gewoon weer leuk gaat vinden, omdat je het ja. door de ogen van je kind beleeft. Mm -hmm. Je ziet hem ook net zo blij worden als jij, toen jij yeah. dat zo... Yeah. Ja, jongens, denk je, oh, ja inderdaad. Maar, maar ook van, wat is het simpel? Want mm -hmm. uh, we hadden een paar dagen geleden dus zijn verjaardag en er waren best wel wat kinderen. En ik had me zorgen gemaakt van tevoren, hoe gaan die kinderen zich vermaken? Dus ik had een springkussen gehuurd <laughs> en iemand die kinderen ging schminken en zo, allemaal leuke dingen. Maar uiteindelijk waren al die kinderen onwijs druk gaan spelen met de impact materialen van zijn cadeautjes. Weet je, van dat pakpapier. Dat vonden ze toch leuk. En dan kon je dit mee doen en dat. En, en het is zo klein. Ja. En dan uren zoet. Dat ja. is heel grappig. Kinderen kun je echt denk ik wel herinneren van dat pure liefde. Van dat liefde zonder... Ja, ze hebben niet ja. veel nodig misschien. Precies. De, de gratis dingen zijn vaak al genoeg misschien. De kleine ja. dingetjes. Geniet van die kleine dingen zoals pakpapier. Terwijl we eerst, nu zouden dat gelijk... Weggooien alsof het niks Precies. is. Precies. En, en hij heeft ook een pollepel, weet je zo'n zo houten lepel waar je mee roert. Mm -hmm. Ja, die, daar slaapt hij mee, bij wijze spreken. Ja. Hij heeft het in zijn hand en dat, is dan, dat, is, dat betekent iets voor hem. Mm -hmm. En als je die afpakt, dan is hij helemaal <laughs> geïrriteerd. Mm -hmm. <laughs> Ik wil even terugkomen op de mini-Cherry. Dus de jij-Cherry, niet yeah. de, je zoontje. Um, want toen je acht was, ging je, je ouders scheiden. Merkt hij ook verschil? Want je hebt het nu over dat je jonge jaren was juist heel erg enthousiast, heel veel aan het spelen met andere kinderen. Maar toen na je scheiding was het wel meer dat je op jezelf ging, toch? Als ik dat goed zeg? Uh, weet ik niet. Het is, ik ben wel uh, meer uh, alleen geworden in mijn puberteit. Dus dat is een beetje vanaf mijn dertiende, veertiende. Toen vond ik het uh, wat lastiger om aansluiting te vinden met uh, mensen van mijn leeftijd, zeg maar. Mm -hmm. um, en, maar de, de, de scheiding van mijn ouders ervaar ik niet zozeer op dat moment als een verandering van mijn sociale leven. Wat ik wel heel moeilijk vond, uh, en dat is denk ik ook een van de belangrijkste dingen waarom scheiden heel vervelend is voor kinderen, is dat je ineens twee huizen hebt. Ja. Uh, dat, ik, dat herinner ik me heel goed als iets wat ik heel moeilijk vond. En ook al wonen mijn ouders vlak bij elkaar. En nu zou je denken, weet je wel, heerlijk. Je, kunt, je hebt daar een kamer <laughs> en dan daar een kamer. En, uh, uh, ja, uh, ik, ik werk nu in Den Haag en ik woon in Amsterdam. Dus ik reis sowieso best wel veel. Mm -hmm. Dat vind ik allemaal niet meer een probleem. Maar als kind vond ik dat wel. Ja. Dan moest ik echt nadenken waar ik mijn spulletjes had... En, uh, de ene energie van moeder was toch heel anders dan van vader. Mm -hmm. En ik denk dat ik daardoor op vrij jonge leeftijd heel zelfbewust ben geworden. En daardoor ook uh, in mijn puberteit een wat ander soort ontwikkeling heb gehad. En misschien wel daardoor ook wat, wat eenzamer was. Dat wat zou, bedoel dat je zou best met kunnen. zelfbewust? Nou, je gaat heel erg nadenken over uh, wie ben ik dan als dat moeder is en dat vader. Ja. Hè? Eerst is het gewoon huis. Mm -hmm. En dat is alles dat, wat er is. En dan is er twee. En daar moet je je toe verhouden. Dus je gaat meer nadenken over. Uh, ja, je, je moet meer beslissingen ook zelf nemen. Je moet zelf beslissen. Of je, ik moest dan zelf beslissen wanneer ik aan mijn moeder wilde of aan mijn vader wilde. Mm -hmm. Dat soort dingen allemaal. Heeft dat er denk je ook voor gezorgd dat je een wat uitgesprokenere mening kreeg? Dat je wat meer ging kijken naar wat vind ik nou echt. In plaats van wat vinden, mijn ouders bijvoorbeeld. Dat zou heel goed kunnen. En dat heeft zich later misschien ook doorgezet. Ja, dat is waarom ik zo'n irritant mannetje ben geworden. <laughs> <laughs> <Ja. lacht> <laughs> Want uiteindelijk besloot je ook om bij je Eigen vader. <laughs> ja. Uiteindelijk besloot je ook om fulltime echt bij je vader te wonen. Wat was daar de reden voor? Um, ja, ik ben in de loop van mijn 15, 16e, uh, 17e steeds meer naar mijn vader toegetrokken, omdat ik. Een aantal uh, dingen uh, heel erg vond bij hem die mij op dat moment bijzonder interesseerden. Dus ik, mijn vader is ook erg in literatuur geïnteresseerd, in muziek. Uh, uh, en uh, ik vond ook dat ik niet. Ik wilde niet dat mijn vader. Dat, ik wilde ook dagelijkse ruzies hebben met mijn vader. Ik herinner me dat heel bewust als. Want wat ik op een gegeven moment had, dus mijn basis bleef in eerste instantie bij mijn moeder tot mijn twaalfde, dertiende, veertiende. En toen ging dat meer um, evenwichtig spreiden. En uiteindelijk heb ik nog een jaar of twee echt bijna fulltime met mijn vader gewoond. Tot mijn negentiende. Toen ben ik uit huis gegaan. Maar uh, ik merkte dat ik dan met hem hele leuke gesprekken had. Of weet je wel iets bijzonders naar de bioscoop gaan. Leuke dingen doen. Mm -hmm. Maar dat was toch anders dan het dagelijkse leven. Het ja. dagelijkse leven is dat je bij wijze van spreken. Allebei geïnteresseerd om de afwas te doen en dat je een beetje mopperend. Uh, mm. Dat vond ik belangrijk, dat huiselijke, dat gewone, omdat ik het gevoel had dat ik dan pas echt ook mijn vader leerde kennen. Oké, okay, want jouw vader die had ook een beetje dezelfde interesses als juist, dus dan kun je ook een beetje diezelfde hobby's. Ja, samen dat, had, dat hadden honden. we natuurlijk ook, dus het waren echt twee redenen. Ja. Wat was dan een favoriete hobby met je vader? Heb je één mooie herinnering die zo uh, terugkomt? Ja, ik heb veel mooie herinneringen, maar. Uh, uh, wat wij uh, heel graag deden, was. Uh, naar concerten gaan, klassieke concerten gaan, naar het concertgebouw. Uh, Daarover uh, praten. Uh, of, de, of dan uh, haalde hij me op uit school, uh, wat eerder. of net, weet je wel, direct uit school. met broodjes naar de opera ergens mm -hmm. naartoe rijden. in Rotterdam of iets. Dat was natuurlijk ook ver in mijn beleving dan. Van nee, hij om naar Rotterdam. Ja. En dan daar een, een avond uh, muziek luisteren. Dat soort dingen hebben we best veel gedaan. En dat uh, vond ik bijzonder stimulerend. En, en op dat moment fijn. zelf ook? Of is dat nu pas weer. Nee, op dat moment zelf. Ik vond dat fantastisch. Hmm. Wat was de muziek? Wat, want voor je persoon van zo'n leeftijd is normaal dat soort muziek niet echt interessant. Ja. Is dat gewoon echt, uit, uit je vader gekomen? Of is dat echt. Waar komt dat van? Nee, dat, ik, dat heb ik al heel jong dat ik veel klassieke muziek luisterde. En ik herinner me dat ik gedurende mijn hele jeugd altijd heel diep zelf geraakt was. Dat ik tranen in mijn ogen had, dat ik het nog een keer wilde ja. luisteren, dat ik het wilde spelen zelf op de piano dingen. Mm -hmm. Je hebt er zelfs dus een boek over geschreven, toch? Over ja. klassieke muziek. Ja, ja ik heb een, een soort inleiding geschreven, dat heet Van Bach tot Bernstein. Want ik merkte dat er heel veel mensen om me heen best wel geïnteresseerd waren in klassieke muziek. Maar dat ze gewoon niet weten waar ze moeten beginnen. Ja. Waar, nou, wat moet je nou luisteren? Weet je wel, Mozart, oké, okay, wat dan? En, uh, en uh, dit, dit, dat, dat boek, dat heeft allemaal van die QR-codes. Dan kun je klikken. En dan kun je allemaal Shopify, uh, niet Shopify, maar Spotify moet ik zeggen: mm -hmm. uh, Playlists. Okay. Dus dan kun je gewoon luisteren. Uh, ook voor uh, in de sportschool. Of uh, klassieke een muziek in de romantisch dineetje ja, Want voor elke je... situatie is er dus... Voor elke gelegenheid is er dus een bepaald soort klassieke muziek. Ik hè? denk het wel. Ja, 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 behalve als je echt uh, lekker wil housen en dansen ja. in een club. Dan ja. is het... In een club is het een beetje... Ja. <laughs> dan maken ze remixes. En ja, dan ja, moet je er echt ja. even een remix doen. Een <laughs> remix <ja. lacht> <laughs> Maar ja... Uh, ik, ik, ik voel dat als een hele pure liefde. Dat is niet iets wat van, een, van, een, van, van mijn vader is nee. opgelegd of opgedrongen. Of, het kwam echt uit mezelf. Maar we konden dat wel samen beleven. En dat, hmm. was, dat okay. was een heel mooi onderdeel van mijn jeugd. Voordat we verder gaan met uh, in je leven duiken, wil ik een klein cadeautje aan je geven. Wat aardig. Mag maar. Dankjewel hoop dat je hem leuk vindt, want ik heb uh, gehoord dat jouw vader jou ooit iets heeft gegeven een boek. Het is hij ook gewoon eerlijk tegen hem dat hij uh, het helemaal niks vond. Oh, dit is heel mooi. De okay, Emperor's Handbook voor de kijkers van Marcus Aurelius. Dit is eigenlijk het perfecte cadeau voor de nieuwe premier oh. van Nederland, denk ik. Ik ben echt zo blij. te Keel. Dankjewel, dat heb je gedaan. Het is ons lievelingsboek, dus, uh, Dat is goed. Hmm. Wat aardig. En het is ook passend bij uh, waar je het nu over wil gaan hebben, toch? Ja, precies. It's, uh, ja We gaan het een beetje over leiderschap hebben. En ik denk dat dit bedoel, is de meest machtigste man op aarde, en we hebben gewoon ja. de blessing op zijn dagboek te mogen lezen. In mijn ogen is er bijna niks mooier dan dat. Wat, wat leuk dat je me dit geeft. ja Heb je het al gelezen? Ik heb stukken ervan gelezen in het Frans. Ik heb het de oh. Meditation in het Frans. Okay. Zo, zo heet het uh, mm -hmm. in het Frans. Um, oh, het staat er ook. New translation. Ja, het, ja precies. Bedoel, ja. Mensen denken dan soms: ik neem de Engelse, want dat is de originele. Maar het is ja. natuurlijk gewoon Latijn. Dus het maakt ja. niet uit. Maar ja, ik vind het helemaal. Hij is, een, um, hij is een stoïcijn. Ja, uh -huh. zeker. Hij wil zijn, uh, zijn, zijn leven onder controle hebben. Zijn emoties. Hij denkt na over. Ja, ik, ik, ik vind dit helemaal. Ik ga dit in mijn werkkamer in Den Haag op een ereplek neerzetten. Kijk, oh, dat is echt top. prachtig om heel te goed, horen. Een, heel tof dat ja. jullie me dit geven. De graag. reden dat ik het ook geef... is omdat ik een spelletje met je wil spelen. Oké. Okay. En dat is... Ik ga <laughs> leiders opnoemen uit de historie... want ik weet, jij bent... Uh, ook, je hebt ook geschiedenis gestudeerd. En dan uh, mag jij eens een cijfer geven van 1 tot 10. En dan kunnen we later een beetje op terugkomen... waarom je die cijfer hebt gegeven. Ja. De eerste is Winston Churchill. Uh... Winston Churchill... Uh, een groot schilder. Kijk, dat wist ik niet. Ja, hij heeft de laatste jaren van zijn leven in, in Italië heeft hij allemaal schilderijen gemaakt. Um, een man die natuurlijk een, een hele bijzondere rol in de Tweede Wereldoorlog heeft gespeeld. Uh, Die daarvoor ook een, een uh, diverse oorlog heeft gevoerd in Afrika, waar je van kan afvragen: van ja, het was wel heel bloeddorstig allemaal. Ja, wat moet je daarvan vinden? Ik, ik weet er te weinig van om iets mm. over zijn leiderschapskwaliteiten te kunnen zeggen. Ik weet, ik weet wel dat hij. Um, dat hij ongelooflijk uh, snel uh, uit, zijn office, uit zijn. uit zijn. Uh, uit zijn baan is gezet. Mm -hmm. Uh, dat hij, hij had veel vijanden, heeft ook veel vrienden gemaakt. Ja. Ik weet er onvoldoende van. Oké. Okay. Okay, uh, ja, ik denk dat hij de volgende wel uh, een duidelijk over kan geven. De bovenste. Yes. Napoleon. Bonaparte. Jeetje, jongens. <laughs> <laughs> um, ja. We bespreken veel geschiedenis in de podcast, dus ik dacht het is wel leuk om. Uh... Kijk, wat ik vind van deze mensen, zeker ook van Napoleon Bonaparte. Eh. Uh, aan de ene kant is natuurlijk iemand die heeft fantastische uh, dingen tot stand gebracht. Als een groots man, hè? dat zou je kunnen zeggen. Dat is Julius Caesar of zo. Mm -hmm. Aan de andere kant, uh, wat een hoop bloed is ja. er vergroten. En ik vind het heel dubbel om, om, daar, een, um, om daar een eenduidig oordeel over te hebben. Begrijp ja, ja. ik, begrijp ik, ja. Het ook is... omdat ze heel veel foutjes hebben gemaakt, maar ze hebben natuurlijk ook heel goeds gedaan. En het is ook een beetje perspectief. En Napoleon kon niet doen wat hij heeft gedaan. En, 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 omdat als er niet een Franse revolutie was geweest. Mm -hmm. En de Franse revolutie was eigenlijk de eerste georganiseerde genocide in de geschiedenis. In ieder geval in de moderne geschiedenis. Daar zijn zo ontzettend veel mensen onthoofd. En, en er was zo'n chaos in Frankrijk. En op een gegeven moment staat zo'n vent op. En die. <laughs> Die organiseert het land en er is natuurlijk een enorme grandeur en heel romantiek omheen. Met de prachtige schilderijen. Dat hij op zo'n paard zit en <laughs> standbeelden. En hij heeft ook hele mooie gebouwen laten bouwen. En enzovoort, enzovoort. Maar ja, het is wel ten koste gegaan ja. van heel veel. Anderen, We kunnen het romantischer maken dan het lijkt. Ja, soms. Ja, er is ook. een verhaal dat hij, dus, dat er was al een slagveld geweest. En dan moet je je voorstellen, liggen daar duizenden mannen met mm -hmm. afgehakte armen. Ja. en Dit en dat, dan loopt hij dan. En dan dat hij dan zou gezegd hebben. Een, romant, een, een goede uh, warme nacht in Parijs. Uh, <laughs> ma Maakt dit wel weer goed. Met andere <laughs> woorden, er komen wel weer nieuwe kinderen aan. boeit allemaal niet. Het boeit allemaal niet. En Dat staat mij zo tegen de borst. Ja. En dat komt ook omdat ik natuurlijk. Uh, ik, ik ben een beetje tegen de macht nu aan bemoei. Mm -hmm. En ik ben wel een stuk cynischer geworden over het hoogste niveau. De Wat? belangen die daar spelen. In ja, Nederland dan? Of? Nou, maar ook vooral internationaal Dankker. ook. Mm -hmm. uh, de Nederlandse politiek is eigenlijk een beetje onderhorig. Een beetje slaafse volger van mm. hele grote belangen. Militair-industrieel complex bijvoorbeeld. In is dat de EU de dan? Ja. Ja, maar de EU is eigenlijk ook weer onderdeel van... Ja, het is, okay. het, is gewoon, ja. het Amerikaanse imperium eigenlijk. Dat is waar we in leven. En het militair-industrieel complex is een, vooral een Amerikaans netwerk. Maar ook dat, dat vertakt zich ook naar de EU. Maar de belangen daar... Er wordt zoveel geld verdiend aan oorlog. Mm -hmm. Er wordt zoveel geld verdiend dat aan chaos. Mm -hmm. en, en economische crisis. En pandemieën. En de ziektes. Ja. ja, en dat... Um, ik denk dat je dat vroeger ook wel had. Ja... Ja, dat is lastig. Ja, maar om... ook weer. Ja, wel een, nee, natuurlijk. Want heel veel landen na oorlog waren ze vaak ook weer armer dan toen ze begonnen. Maar het enige wat je dan weer had was land. Dus je was alleen rijker in dat. Ja, maar weet wat dan gebeurt? Dan, dan hebben ze een land eerst helemaal in puin geschoten. En dan komen die grote investeerders, BlackRock en Vanguard ja. en zo. Die kopen voor een prikkie, George Soros, kopen daar die dingen op. Dan komt er belastinggeld, ontwikkelingshulp, dat soort dingen. Daardoor gaat dat land weer een beetje groeien. En de bedrijven die. Die strijken de winsten op. En de mensen betalen de prijs. Mm -hmm. Zowel in levens als in economie. En dat is een heel cynisch systeem. En dus ja, al die oorlogen in de geschiedenis en al die narigheid. Ik hoop zo dat we naar een hoger bewustzijnsniveau toe kunnen in de wereld. Dat we, dat, dat, dat we als mensen. Want we worden allemaal tegen elkaar, heel erg tegen elkaar opgezet ook. Mm -hmm. Bijvoorbeeld met de islam. En. Uh, en uh, het Westen, weet je wel. En dan uh, aan de ene kant heel veel immigratie uit islamitische landen. Aan de andere kant oorlog voeren tegen islamitische landen. Dat is een mm -hmm. soort van schizofrene mm -hmm. situatie. Gevaccineerd, ongevaccineerd, noem het allemaal maar op. En ja, dat, dat is ook wat ik voel. Een beetje lange antwoord, maar dat is dus <laughs> ook wat ik voel bij Napoleon. Denk ja. aan de ene kant, ik snap het, hè. Frankrijk, dit en dat. Aan de andere kant. Ik... Ja. Maar, Waar was dat nou eigenlijk voor nodig? Yeah. Dus? Er zat toen wel iets meer calorie achter oorlog, ja. naar mijn mening. Maar dat was een andere tijd. Het voelt nu ook bijvoorbeeld de oorlog van Vietnam. Qua de grootste percentage van de Amerikanen hadden daar niet eens interesse in. En ja. het, in die tijd voel, voelde oorlog meer als, wat er was heel erg, nationalistisch, geloofde echt in Frankrijk. Dus dan voelde het ook alsof je echt iets goeds aan het doen was voor de wereld. Ja, dat weten we natuurlijk ook niet. Hè? Ja, dat, is... dat is ook omdat dat een beetje in de geschiedenisboeken zo is neergezet. Mm -hmm. Maar een gewone jongen uit Dijon, die in het leger van Napoleon um, te voet naar Rusland moest. Een geschiedenis wordt geschreven door de winnaars, zeggen ze dan mm -hmm. toch? Dus het is altijd een, uh, ja, het is een vertekend beeld, denk ik altijd. Ja. Um, ik, wil eigenlijk... ik wist niet dat jij docent was. Klopt het dat jij rechten ja. hebt gegeven aan in Leiden? In Leiden, in, in, eerst in Amsterdam twee jaar als student assistent. Dus toen studeerde ik nog en in, in Amsterdam heb ik gestudeerd. Toen inderdaad in Leiden, zes jaar en toen nog jaar, okay. een jaar in Tilburg. Dus ik heb in totaal, wat is het, negen jaar. Uh... Lesgegeven. Was dat allemaal een strategie? En uh, geschiedenis heb je ook nog dan gestudeerd daarvoor. Ja, te tegelijkertijd. Tegelijkertijd. Was dat dan ook een soort van plan dat je dan een soort van goede nee, nee, nee. om de politiek in nee, te nee. gaan? Nee, nee, okay. nee. mijn ambitie om uh, de politiek in te gaan, die had ik toen ik negen was. Dat <laughs> ja. ik net vertelde. <laughs> en toen is hij heel lang slapend okay. geweest. Is okay. heel lang weg. Ik heb wel altijd interesse gehouden in de politiek. Ik heb ook als uh, Middelbare scholier aan de model United Nations meegedaan. Dan okay. ga je dus de Verenigde Naties nadoen en dan iedereen speelt dan een land. Weet je, wel? ik ben dan Frankrijk, jij bent dan Engeland. We mm -hmm. gaan we. Maar uh, ik, ik was nooit echt geïnteresseerd in de politiek, politiek in de, in de, de, de van politieke partijen ja. en dat soort dingen. Uh, en dat heb ik eigenlijk best wel lang gehouden. Ik heb wel altijd maatschappelijke interesse gehad. Ik heb ook artikelen geschreven in kranten. En, en, en ja, ik ben daarmee bezig geweest, maatschappelijke vraagstukken. Maar ik wilde het altijd via, uh, via de samenleving doen. Mm -hmm. Maatschappelijke verandering in plaats van politieke verandering. Ja, want dat is ook iets waar jij voor pleit, is dat politiek voortstemt uit cultuur, als ik dat goed zeg. Ja, maar dat is ook zo. Of ja. of het is een heel nauw samenspel. Ja, dus je plan was eigenlijk eerst om die cultuur te, te creëren. En dan misschien dat daaruit hopelijk politieke veranderingen zouden ontstaan. Als ja. ik dat goed zeg. Ja. Um, ik vind het dus ook heel interessant. Het en dat doe ik over... in feite nog steeds. Want ja. het Forum is veel meer dan alleen een politieke partij. Als je kijkt naar de andere partijen in de Tweede Kamer... Hm. die houden zich eigenlijk alleen maar bezig met politieke standpuntbepaling... Wij hebben een school opgericht. Een eigen basisschool. We hebben een uitgeverij opgericht. Nou, ik vertel net al: het eetbedrijfje, dat is natuurlijk ook een ideaal. We ja. wij willen de boeren uh, in staat stellen om op goede manier eten te maken. Mm -hmm. we hebben een hekel aan al die, ja, die fabrieks. Uh, die, 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 die prefab fabriekseten ja. cultuur die nu aan het opkomen is. Um, uh, en we hebben een internationaal netwerk, we organiseren heel veel conferenties en we hebben een glossy tijdschrift opgezet. Ja, echt de uh, dissident heet dat. <laughs> maar er het het gebeurt heel veel meer ja. en dat, uh, ik geloof ook dat dat uiteindelijk misschien wel veel grotere impact heeft dan alleen de politiek. Mm -hmm. Je moet zoveel mogelijk mensen erbij betrekken. De manier niet. waarop je dat in het begin deed vond ik ook interessant. Dus uh, echt naar, van, café, van stad naar stad verschillende café, uh, bazen opbellen om daar eigenlijk je uh, meetings te houden. Ja. En dan met het geld dat We je daarmee verdiende. Hij heeft goede research gedaan. Ja. <laughs> dat dit vond ik super interessant, want wij bestuderen ook vaak ondernemers. En hoe ik dit zeg maar hoorde, klonk het net alsof je gewoon een bedrijf aan het opzetten was. Dezelfde ja. het, het, strategie kan je misschien zien. Letterlijk met het geld wat je daaraan verdiende in Facebook advertenties uh, steken. Voor het volgende evenement. Maar wat ik heb gedaan is ook uh, in alle uh, bescheidenheid, maar is eigenlijk wel knapper dan... Uh, gewoon binnen een al bestaande partij... Omhoog klimmen. Omho ja, en daar wordt alles al voor je gedaan. Hè. Nee, dan, hoef je, nee. Nee, dan hoef je alleen maar uh, je debatjes te doen... en af en toe bij uh, televisieprogramma's uh, te zitten. Maar ik heb uit het niets met mijn blote handen... echt een organisatie opgezet. En dat kun je denk ik wel vergelijken met een ondernemer of een bedrijf. Of, uh, dat vond ik ook... Ik vind het ook leuk. Ik, ik, heb, ik vind het leuk om dingen te maken, dingen mm. op te zetten. Ik, ik zou helemaal niet gelukkig worden als je in een, een, een dichtgetikte organisatie, waarin alle lijntjes al ja. ingekleurd zijn, weet je. Dat, dat zien we dus ook met heel veel succesvolle ondernemers. Je wilt je eigen visie kunnen uiten en er eigenlijk zoveel mogelijk mensen bij betrekken. Ik zie dat ook heel erg in jou. Ja. Denk ik. Ik denk dat we dat wel kunnen stellen. Ja. ik, 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 ik voel me daar in ieder geval aan verwant aan dat soort mensen. Ja, wat veel ondernemers die maken vaak hun eigen land. Dus bijvoorbeeld, wat Disney die dan Disneyland maakt. Dat zie je ook een beetje in Ja, Forumland. Ja, ja, nou, we hebben dus een app. Hè? Uh -huh. En dat is wel echt heel gaaf. De, de, gewoon een forum-app. Waar je uh, als bedrijf je eigen. Ja, je eigen spullen kan adverteren en je kan vacatures plaatsen. En we hebben ook een Tinder-functie gemaakt. Het dat dat is echt een soort voice. kleine ecosysteem. <laughs> ja, uh. <laughs> ja wat, maar hoe, hoe gaaf is dat? Dus als je <laughs> uit eten wil of je zoekt een vakantiehuis, dan kun je kijken welke FVD'ers vakantiehuisjes aanbieden. Of, oh. uh, wow. Nou, laatst was onze afwasmachine stuk. <laughs> Dan gaan we dus in de forum-app ja, gaan we kijken. Kan alleen ja, door notitieer een een gemaakt. Ja, ja, ja alleen maar. Maar dan is dat gewoon ook. Maar het is een high trust netwerk. Ja, oké. Okay. Dus uh, je, wil, je gunt elkaar iets, want je mm -hmm. weet dat je dezelfde visie een beetje hebt. Ja. En uh, dat dat is heel tof. En sluit je niet een beetje mensen daarbuiten? Of denk je van niet? Uh, uh, nee, nou ja, we sluiten niemand buiten. Iedereen is welkom om uh, erbij te komen. Mm -hmm. uh, maar we, we doen ook niks tegen mensen die er niet bij zitten. Wij vinden het gewoon leuk om met elkaar handel te drijven, om met elkaar te praten over dingen, elkaar producten te verkopen misschien ook nog af en toe dan een meeting of een uh, dat jullie gaan schaken bijvoorbeeld zag ik ja en die mensen kunnen ook zelf events aanmaken dus okay. uh, oh vet een, een soort Facebook eigenlijk ja, ja. maar dan voor FVDers oké okay, interessant ja, het is echt duidelijk dat je echt gewoon een cultuur hebt gecreëerd in plaats van alleen maar een politieke partij ja want het is gewoon echt een bijna land en dan willen jullie eigenlijk een soort van goed voorbeeld laten zien en dan hopen dat de rest van Nederland dat ja voelt. want ik heb heel vaak het dat is wel ik heb heel vaak het gevoel dat als mensen zouden zien wat wij willen met het land, mm -hmm. dat ze dan veel makkelijker overtuigd zouden zijn dan als we het ze vertellen. Mm. Ja. Heel veel mensen uh, hebben iets van ongeloof. Van het kan toch zo makkelijk niet zijn? Ja, uh, mm -hmm. Baudet zegt wel dat dit zomaar kan, maar uh, waarom gebeurt het dan niet? Het kan ja. toch niet zo zijn dat. De huidige machthebbers zo stom zouden zijn, of dat ze het niet goed met ons voor zouden hebben. En die, uh, die reactie. die weerhoudt heel veel mensen ervan. om ook daadwerkelijk te gaan voor die verbetering. En ik zie het al, maar ik moet het ook laten zien, concreet maken. Uh, bijvoorbeeld met onderwijs. We hebben dus onze eigen school. Ja, officieel? Mensen, officieel. Er zitten 15 kinderen. Er is gewoon een gewoon gebouw. En. Dat is een wat andere benadering van het onderwijs dan wat je bij veel scholen ziet. Dus het is heel veel praktische dingen. Dus jonge mm -hmm. kinderen, die leren niet op een bord met wat zijn paddenstoelen. Die gaan gewoon met een boswachter daadwerkelijk die dingen plukken. En dan Aha. ook de eetbare paddenstoelen maken en opeten. Mm -hmm. en het is een hele experience. Echt uit de praktijk leren. Maar. Ja, ja, en ik ben ervan overtuigd dat kinderen dan, uh, het veel leuker vinden om te leren. Ik denk dat ik dat ook wel raar. leuker zou vinden als kind. Maar iedereen ja. vindt het leuk om iets nieuws te leren. Mm -hmm. En bijna alle kinderen hebben tegelijkertijd een hekel aan naar, naar school gaan... en huiswerk maken en uh, zijn blij mm -hmm. als ze weer vakantie mm -hmm. gaan. Ja, we hebben. We hebben het er wel eens over gehad dat, dat, is raar. School, dat, dat, is dat, dat school het beeld over leren soms een beetje verstoort. Terwijl leren dat iets toch? zo moois is. Mm -hmm. Maar dus wij hebben dan geen zin meer om boeken te lezen, omdat we geforceerd ja, worden. Ja. Kijk, ik ben niet zoals jij echt een fan van fictie of literatuur... Maar we worden wel vaak geforceerd om dat soort boeken te lezen. En stel je voor dat je een interesse hebt in, weet ik veel, een informatief onderwerp, dan moet je dat zelf maar gaan doen. Weet je. Yeah. Dus uh, ik denk dat dat inderdaad jammer is dat het zo uh, geregeld is. Ja, het is gewoon zo ouderwets. Ja, daar ben ik het wel mee eens. Ik denk dat heel veel mensen, vooral jongeren, daarmee eens. Jongeren zijn ja. we altijd wel achtergelopen, toch? Maar heel veel mensen denken dan ook: ja, maar er zal wel een goede reden zijn waarom het onderwijs zo is. En wat ik heb gezien in de politiek... is dat er voor heel veel dingen geen goede reden is. Okay. Maar dingen gaan gewoon zo. Omdat het al zo lang gebeurt? Ja, en, en, en er zijn wel een paar belangen. Er wordt ook op een bepaalde manier... ook in het onderwijs wordt heel veel geld verdiend... Mm -hmm. Uh, bijvoorbeeld door allerlei onderwijsvernieuwingen... waar dan hele dure consultants komen met allemaal mm. nieuwe leerpakketten... en dingen waar eigenlijk niemand op zit te wachten. Maar dan mm -hmm. op een gegeven moment is dat geaccordeerd daar... en dat wordt dan uitgerold. En die school denkt, nou, dat zal wel moeten of zo. En uiteindelijk, het beleid is, is in zoveel opzichten... gewoon niet effectief, niet optimaal. En ja, wat ik dus zei, wij proberen dat uit te leggen aan mensen... Maar ik merk dat heel veel mensen geloven dat niet. Nee. Want het is zo'n beangstigende gedachte. Mm -hmm. De titel van mijn nieuwe boek is Niemand in de cockpit. En dat gaat over het krankzinnige stikstofbeleid. Dat is ook een voorbeeld daarvan. Volgens de officiële overheidsrapporten uit 2017 staan alle natura 2000 gebieden, alle 162 natura 2000 gebieden in Nederland er goed tot uitstekend voor. Dus de toestand van de natuur is gewoon top. Ja. En die rapporten die, die liggen in een la, iedereen kan die opvragen. Maar die hebben kennelijk niet doorgewerkt naar het ministerie waar al die regels zijn vastgesteld. Mensen communiceren gewoon niet met elkaar. Totale domheid. En daarom is de titel Niemand in de Cockpit. Het is gewoon het zit totaal te slapen. De officiële rapporten zeggen er is niets aan de hand met de natuur. De rekenmodellen op basis waarvan het beleid wordt gemaakt worden echter niet aangepast. Nou, dat is zoiets... Onvoorstelbaars eigenlijk. Want je leert de hele dag op het NOS-journaal en zo is dus allemaal blop, 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 alsof het allemaal hele slimme mensen zijn. Hele mm -hmm. verstandige mensen. Dat is helemaal niet waar. Het zijn acteurs. Ze hebben geen flauw idee wat ze aan het doen zijn. En is dit iets en, wat expres. Maar komt? dat is dus iets wat mensen bijna niet. Sorry, ik, maak, maar, maar ik ja. geef antwoord door, maar mm -hmm. dat is iets wat mensen bijna niet kunnen geloven. Mm -hmm. En dus wil ik het laten zien. Ja. Maar als, als mensen straks een keer langskomen op onze school en ik kan wel. Mm -hmm. Onze school is goedkoper dan uh, bestaand onderwijs. Is veel beter. Kinderen zijn superblij. Ze leren meer. En uh, weet je, wauw. Dat gaan we doen. Dus okay. dat is de, de wisselwerking. Een beetje advocaat van de duivel misschien, maar... Ja, uh, het is natuurlijk wel uh, wij van WC heent. Ja. Uh, <laughs> het is wel uh, mijn eigen verhaal, maar Ga, ja, gaan's ik geloof de, erin. Um, ja, het is een basisschool, toch? Dus ik neem aan dat we niet heel erg diep ingaan op politieke meningen over. helemaal wat, want... niet. Nee, nee. Okay. We alleen... houden de politiek totaal uit de school. Oké, okay, dat vind ik heel goed om te horen. En ik denk, één voorwaarde van de school was ook dat we uh, de LGBTQ niet in de. dat we kinderen Klopt. niet met seks zouden confronteren op ja. jonge leeftijd. Want dat vind dat... ik heel belangrijk. Ik, ik vind dat. ja, ik zou het liefst ook willen dat mijn kind geen seksverhalen uh, krijgt als hij uh, nog, twa nog geen eens twaalf is. Ja, maar. dus vanaf elf worden nu uh, hormoonbehandelingen gegeven aan uh, kinderen om te voorkomen dat de puberteit inzet vanaf elf jaar. Dat gaat via injecties en vanaf zes begint de, de propaganda daarvoor. Dus dan hebben ze allerlei filmpjes die worden op schooltv vertoond, leerboeken over hoe ontzettend leuk het is om transgender te zijn. En dat is echt uh, kwaadaardig, want het is zo dat als de puberteit een beetje gaat beginnen bij kinderen, met name bij meisjes, dat dat best wel vaak dat ze dat helemaal niet willen. Dan kan een mm. beetje borsten, dat is onhandig, hoezo? Eh, dan, dus dat is een hele gevoelige leeftijd. Als net die puberteit gaat beginnen, eerste keer ongesteld, weet dat soort dingen... dan is het heel normaal dat, dat ook jongens trouwens... Hè, voor het eerst zaadloos in, denk je, wat is dat allemaal? Dat wil ik niet. Dat, dat, dat is best wel, en dan op een gegeven moment dan ben je eraan en dan word je gewoon volwassen. En dat is mm. heel normaal. Maar precies in die leeftijd mm -hmm. komen ze dus met enorme propaganda... van het is superleuk om transgender te zijn... Begin nu met de injecties. Oh, dat wil ik, dat wil ik. En wat ze daar niet bij vertellen, is dat dat een onomkeerbaar proces is. En Die kinderen zijn voor het leven steriel. Die worden onvruchtbaar daardoor. Chemische castratie is het eigenlijk. En dat begint dus al op elfjarige leeftijd. En wij hadden vorige week, ik ben er nog steeds echt van ontdaan, maar wij hadden een motie ingediend om dat te verbieden. Om het te gewoon zeggen, kijk... Vanaf 18 is iedereen vrij om te doen wat hij wil. Maar tot die tijd, en zeker 11 jaar jongens, kom op, waar gaat het over? Mm. Gewoon niet. En het overgrote deel van de Tweede Kamer stemt tegen mijn motie. Wie was dat? Ja, bijvoorbeeld Pieter Omzicht stemt daar tegen. Caroline van der Plas, ook mensen bij de PVV, de hele VVD natuurlijk, die willen allemaal dat dit kennelijk doorgaat. Mm. Ja. Ik kan er gewoon wel verstand niet bij. Waar komt dat vandaan, denk je dat hun dat willen? Denk je dat er, ja, die conspiracy-theorie ja, dat een dat... hogere macht is die dat zegt dat ze dat moeten doen? Of zijn het gewoon heel veel mensen die misschien niet hun baan willen kwijtraken? Wat denk jij? Ik denk dat het uh, een zeer vergaande waanzin is rondom uh, LGBTQI plus woke. En dat, dat, dat het een soort modeverschijnsel is waar niemand voorbij durft. Mm -hmm. en dat het dus bijna een soort nieuwe religie is... Mm -hmm. Maar dat, dat je dan kinderen zou betrekken, zou daar niks mee te maken moeten horen ja, hebben. Dat toch? vind ik ook. Als je vanaf je 18 ja, dan kan je er gewoon voor zijn. Maar is het echt dat ze dat willen, dat dat wel gebeurt? Of is het meer dat ze niet willen dat er actief iets tegen gedaan wordt? Of ja, komt dat ik op denk hetzelfde denk Dat tenuele... ze gewoon bang zijn om zich uit te spreken hiertegen. Okay. En uh, dat, dat ze dan intolerant genoemd worden of zo. Dus echt de meningen van, allen. en dat is iets waar jij dus echt. Ik heb daar scheid aan. Schijt aan. Ja, maar dat heb je ook nodig. Dat heeft dit land ook nodig. Mm -hmm. dat, Nederland heeft iemand nodig, meerdere mensen. Wij zijn met, ook met meer natuurlijk. die scheid hebben aan al dit soort dingen. Nou, dan, dan noemen ze me maar intolerant. Maar ik bescherm de kinderen. Dan vinden ze me maar dit of dat, maar ik doe dat. Ik moet hier meteen denken aan een quote die je ooit heb gezegd. En dat is: Dat je liever in de waarheid wil leven dan in vrede. Is dat een mindset Mooi. die je nog steeds hebt? Ja, dat heb ja. je zelf ja. gezegd. Ja. <laughs> ja. ja, maar daar bedoel ik natuurlijk niet oorlog mee, maar daar bedoel ik sociale vrede. Ja. 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 ja, ik ben bereid om... Uh, mijn hele leven om... Uh, conflicten aan te gaan en mm -hmm. ook om... Uh, afkeuring van mensen te krijgen of demonisering. Ik ben natuurlijk enorm uh, zwart gemaakt in Nederland in de media en zo. Mm -hmm. Maar ik ben bereid om het te accepteren, want ik vind de waarheid belangrijker. Ik vraag me af of je daar misschien twijfels over hebt gehad nadat je een kind hebt gekregen. Want de dreiging ging eerst alleen naar jou, maar nu verandert dat misschien een beetje. Nee, het is eigenlijk eerder, ik snap de vraag, maar het is eigenlijk eerder andersom. Ik voel me nog meer gedreven om dit, deze strijd te voeren, want mijn zoon gaat straks naar een school. Ja. ja, en ik ben er zo fel over dat als hij thuis zou komen en hij zou zeggen dat hij dat wil overwegen, dan haal ik hem van school en als dat niet mag, ga ik emigreren. Maar dat is, ik wil helemaal niet emigreren, want ik wil nee. strijden voor Nederland. Maar ik, dat, ik zou dat gewoon nooit accepteren als, als ouder. Gewoon ja. niet. Gewoon, en dat, ik vind dat ook een plicht die ik heb naar mijn kind toe. Je moet je kind ook soms beschermen tegen dingen. Mm -hmm. Daarom ben je ook ouder. Dat is de ouderlijke. Pricht, gewoon de verantwoordelijkheid. Maar ik vind dat heel, heel, ik vind het echt heel erg dat dit gebeurt in Nederland. Ja, en nu kun je dus inderdaad relativeren met je eigen kind, maar dus ook andere dingen voorstellen. Er zijn dus in Nederland 900.000 mensen onder de 30. Mm -hmm. die eigenlijk uh, die nog thuis wonen bij hun ouders, maar eigenlijk uit huis willen, maar gewoon geen woning kunnen betalen. Hoeveel? 930.000? 900.000. Okay. Onder de 30. Ja. Jesus. En dat noem je de uh, verborgen woningnood. Mm -hmm. Want dat zijn mensen die hebben op zich wel een huis. Hè? Maar alleen die kunnen niet aan hun leven beginnen. Die kunnen mm -hmm. niet een eigen gezin beginnen. Die kunnen niet ja, gewoon lekker op jezelf gaan wonen. En ik vind dat ook zoiets ongelooflijks. Ik was van gisteren in het debat met Hugo de Jonge. Die is de afgelopen jaren in het kabinet geweest. Is verantwoordelijk voor het beleid. Ja. En het is nu natuurlijk vlak voor de verkiezingen. En hij zegt, ja, we hebben gewoon. De oorzaak hiervan is logisch, namelijk de massale immigratie. Er zijn in 2022 225.000 mensen netto naar Nederland gekomen. Dus dat is minus de mensen die zijn vertrokken. Dus echt een netto toename. Mm -hmm. okay. Nou, dat hebben we de afgelopen jaren steeds gehad. 100.000, 150.000, 200.000. Dat betekent niet dat ik iets tegen die mensen heb. Maar dit, dit, dat kan gewoon niet met die immigratie. De, zo hoog dat je dan ook woningen hebt. Dat, dat valt niet tegenop te bouwen. Het lukt niet. Mm -hmm. En zij zegt nu: ja, dat is echt fout geweest. Dat moeten we anders doen. Zes weken voor de verkiezingen. Weet je, dan denk ik: lul. Ah. Je, je, je was erbij de afgelopen jaren. Mm -hmm. ja. En dat, dat is heel probleem. Die mensen, die eens, vlak voor de verkiezingen, nee, begrijpen ze alles, weet je wel. Mm -hmm. En dan na de verkiezingen: nou, ik geloof het niet. Ik geloof niet dat CDA en VVD daar echt iets aan willen doen. Mm -hmm. Maar ik vind het wel zorgwekkend ook voor mijn. Kind, als hij. Hij kan gewoon straks geen huis kopen. Hij kan geen boodschap meer betalen. Hij kan geen auto. Hij kan niet meer tanken. Het is gewoon te duur alles. En dat, met het immigratie. Ik heb een beetje de plannen van de FED doorgenomen. Um, jullie waren wel van plan om dan een Green Pass te geven aan. Ja. Uh, mensen die dus wat bijdragen aan de economie. Dus die hier gaan werken. Ik denk dat een groot deel ook gewoon dat soort mensen zijn. Klopt dat? Of is het. Uh... Um, dat een, een groot deel van de. Mensen die naar Nederland komen, komen om te werken. Dat, ja. is, dat is zo. Zou je daar de gelijke tijd op willen zetten? Of? Ja, want um, je, moet dat, uh, je moet dat echt met beleid doen. Er zitten zit namelijk meer dan 1 miljoen mensen ook in Nederland aan de kant. En ik vind dat geen gezonde situatie. Mm. Ik vind dat je eerst als land voor je eigen mensen moet zorgen. En wat er gebeurt, is dat de lonen kunstmatig laag blijven omdat er allemaal mensen uit lage lonenlanden hier naartoe worden gehaald. Hè, Bulgaren, Roemenen, noem het maar op. En die verdienen hier vergeleken met daar een godsvermogen. Mm -hmm. Tegelijkertijd is het salaris te laag voor Nederlandse werknemers. Ja, dat is gewoon scheef. Die mensen wonen in polenhotels met z'n zes op een kamer. Het is eigenlijk een soort uitbuiting, verborgen uitbuiting. Misschien ook om die mensen zelf te beschermen. Ja, die mensen moeten in hun eigen land het, de, de boel gaan opbouwen. Dus het is een, het is een beetje een, 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 een roofkapitalistische structuur. En dat, dat is uiteindelijk voor niemand goed. Ik, als, gewoon... uh, als jij premier zou zijn, ja. hoe zou jij dat aanpakken? Want, zou je ze dan, want je kan ze ook niet echt in één keer wegsturen, toch? Nee, je, dat moet je natuurlijk geleidelijk doen. Mm -hmm. Maar. Uh, je kunt wel met, met allerlei wetgeving een uh, beleid maken waardoor het aantrekkelijker wordt om Nederlanders aan te nemen, die hier al zijn. Dat je uitgaat van je eigen bevolking en de eigen arbeidsmarkt. En vervolgens uh, afbouwen wat er binnenkomt. En dan ook op die manier het woontekort uh, oplossen. Denk je dat heel veel bedrijven daar niet echt ja, down voor zouden zijn, omdat het ook goedkoper is om. Mensen uit Polen en dat soort landen um, te laten werken voor hun? Ja, maar um, het, je, moet het, je moet ook aan de kant van de bedrijven dingen uh, veranderen. Namelijk, je moet stoppen met al die duurzaamheidsdingen, waardoor die bedrijven zo'n hoge kosten hebben. Hmm. Dus het is, een, het is een totaalpakket wat wij voorstellen. Aan de ene kant, de, de, het arbeidsloon moet omhoog, want de koopkracht is gewoon te laag. Mensen kunnen niet leven in dit land. Nee, dat is echt belachelijk duur geworden. Aan de andere kant moet het bedrijf natuurlijk wel kunnen blijven concurreren. Maar dat zou kunnen als je niet je hele economie, zoals wij nu doen... stuk slaat op windturbines en zonneakkers en stikstofregels. Het is um, ongelooflijk, het is adembenemend hoe groot de welvaart is die Nederland zou kunnen hebben. We zouden het Dubai Groningen. van Europa kunnen zijn. Groningen is een heel goed voorbeeld. Daar ligt nog voor zeker 600 miljard aan gas in de grond. Dat, dat is um, Arabische Emiraten niveau. Mm -hmm. Daarnaast hebben we heel veel gas op andere plekken. Bij Den Helder ligt gas uh, in de Noordzee, in de Waddenzee, op allerlei plekken. Dat kun je gewoon uh, uit de grond halen. Waarom Daar doen ze dat niet? Ja, dat is omdat het ongelofelijke sukkels zijn die <laughs> ons land besturen. Ongelofelijke sukkels. Zij hebben namelijk, wat, er, wat is er gebeurd in Groningen? Daar is een beetje bodeminstabiliteit ontstaan. Mm -hmm. Dat moeten we in perspectief zien. Ja. De zwaarste ja, trilling uit. die er is geweest, is een, heeft een kracht gehad van 3,4 schaal van Richter. En dat, is een, dat kwalificeert als een zeer lichte trilling. Vergelijkbaar met een, volgens de officiële dingen, een langsrijdende vrachtwagenauto. Dus als je hier een zware vrachtauto langs hebt, dan trilt het hier een beetje. Dat is de orde van grootte mm -hmm. waar we het over hebben. Er is niemand gewond geraakt. Er is niemand om het leven gekomen. Dus er zijn geen hele grote gebouwen of huizen ingestort. Maar scheuren, een stal, een gat in de weg, dat soort dingen allemaal. Dat wel. En het is... Vervolgens zijn die mensen in Den Haag in hun totale incompetentie. Een bureaucratisch moloch gaan opbouwen. waar 50% van het geld dat ze beschikbaar hebben gesteld. om die mensen te compenseren. is alleen al opgegaan aan bureaucratie. Volgens de officiële. volgens de rekenkamer. Dus de rekenkamer heeft het beleid geïnventariseerd. onder de categorie bureaucratie. Waar ja, administratieve last. Oké, oké. En dus. Dat zijn taxateurs en dan controleur van de taxateur en uh, een, een loket. En er moet iemand, er uh, moet een website worden gebouwd en die mislukt en dan moet ze een nieuw bedrijf worden ingekomen. Okay. Maar het zijn zulke sukkels, ja. dus Dat kunnen ze. En toen. <laughs> en nou zijn die Groningers dus dermate geïrriteerd geraakt en er zijn wat zielige mensen op tv gekomen, zodat er ineens een soort stemming ontstaat in het land van ja, het is wel heel erg. Mm -hmm. Nou, dan zijn ze dus helemaal in paniek. <gasps> nou laten we ervoor stoppen. Denken ze dan. <grijpte> het is een officieel rapport van het ministerie van Economische Zaken. Je gelooft het gewoon niet. Dat al die mensen volledig schadeloos stellen. Plus aardbevingsbestendig uh, renoveren. Dus dat je een, een, een gebouw... Er zijn allerlei manieren van. Je kunt een soort, soort metalen constructietje inbrengen. Net wat steviger. Er zijn gewoon plekken in de wereld, bijvoorbeeld Japan... Mm -hmm. waar je regelmatig aardbevingen hebt van, van zeven. Op de richten. Dat Kunnen die gebouwen gewoon. Ja, dan, die ja. oh, gaan gewoon een beetje zo. Mm -hmm. En het is een beetje een swingy. Het <laughs> is geen het probleem. Dus het, het probleem is dat je hebt er wat oude dingen. Moet je even een beetje restaureren. Verder kun je daar gewoon een soort. Rapid response force neerzetten. Gewoon vijf brandweermannetjes en dingetjes met, met, met uh, stukken cadeaus Die, die met mm -hmm. direct overal een soort ghostbusters, weet je wel. Uh, Groningenbusters, busters, die meteen dat uh, <laughs> fixen. En dan heb je dus, dat zou 8,6 miljard kosten. Volgens het, volgens het officieel over, overheidsrapport. 8,6 miljard. Dat zijn de totale kosten van schadeloosstellen, van alle Groningers en. De hele boel daar uh, stevig gaan maken. Ja. En er zit dus voor minimaal 600 miljard in de grond. Dan zou je toch denken: rekensommetje, uh, even intikken op je rekenmachine. Zelfs, zelfs de politici in Den Haag, in al hun gebrekkigheid zouden dat toch moeten snappen. Mm -hmm. Maar dat is dus niet zo. En we hebben een beleid gemaakt, we gaan nu zelfs die hele gasinfrastructuur die gaan we uh, voor laten lopen met water en dempen, zodat het nooit meer heropend kan worden. Dat zijn we aan de Groningers verplicht. Dus het gaat hun maar, echt om, om de Groningers zelf. Dat is de ja. enige reden dus. Ja, en dan hebben ze nog een tweede. Dat is een soort fantasie over klimaat. CO2 ja, en dat, dat soort dingen. Ja. Maar dat is ook ongelooflijk stupide. Want de hele wereld gaat juist aan het gas. Mm -hmm. Als je... Kijk, überhaupt dat hele CO2-verhaal... Ik geloof er helemaal niets van. Het is... Uh, wetenschappelijk uiterst kwestieus. Er is altijd klimaatschommelingen geweest in de geschiedenis, eeuwenlang. Um, er is nu een, een beetje waarschijnlijk, volgens zo, zo goed zijn die metingen ook allemaal niet. En je moet een heleboel factoren meewegen. Bijvoorbeeld dat de bevolking gegroeid is mm. en dat er verstedelijking is geweest, zodat dus het dan een beetje warmer is. Dus het kan ook daardoor komen. Hè. Dus, maar oké, okay, waarschijnlijk is het ietsje warmer geworden. Halve graad, misschien een graad in de afgelopen eeuw. Maar ja, wat dat met CO2 te maken heeft en of dat erg is en of die trend doorzet, het is allemaal volstrekt on, onduidelijk. Bovendien, je kunt gewoon, als het allemaal wel eens gaat, met dijken en irrigatiewerken allemaal veranderen. Dus dit, dit, het hele verhaal is kolder. Maar zelfs als zou je die CO2 willen terugdringen, dan is het totaal niet rationeel om dat vanuit Nederland te doen door in Nederland, een land waar het altijd regent, overal zonnepanelen te zetten waar bovendien super dicht bevolkt land is, uh, hier windmodus neerzetten, is een hele slechte investering. Je kunt dan veel beter, bijvoorbeeld, heel India een katalysator geven. Al die auto's daar. Ben je wel eens geweest in Mumbai of zo, Delhi? Nee. Nou, dit is gewoon zwart. Mm -hmm. Kijk, da dat heeft zin. Dan maak je de wereld een beetje beter. Dan zou je gewoon Nederland lekker gas. En dat we bijvoorbeeld zeggen, 10% van onze aardgasbaten, die stoppen we in een fonds. En dat fonds gaat wereldwijd. Goede dingen doen voor het milieu. Okay. Dat slaat ergens op. Ja. Dit slaat gewoon helemaal nergens op. Dit is een totale symboolpolitiek. En het doet me ontzettend pijn, want daardoor zijn de boodschappen onbetaalbaar. Daarom is autorijden onbetaalbaar. Daarom moeten bedrijven, zo kwamen we erop, um, goedkope arbeidskrachten uit het mm. buitenland halen. Omdat het gewoon niet meer te betalen is. Want overal moeten warmtepompen komen. Alles moet uh, geïsoleerd met um, drie dubbele lagen. Uh, ja. Dat, daar gaat onze welvaart heen. Ik wil eigenlijk teruggaan naar het stukje van uh, het punt over de immigratie. Uh, twee dingen vielen mij heel erg op. En dat waren twee namen eigenlijk die je benoemde. Waar niemand iets over vroeg volgens mij. En wat je ook niet verder had toegelicht. Maar je zei dat um, Edward Snowden en Julian Assange Nederlands politiek asiel zouden moeten krijgen. Ja. Kun je misschien kort uitleggen wie ze zijn? zijn? Ja. Oké. Okay, um, Julian Assange is een hacker uit Australië afkomstig. Um, die is op een gegeven moment naar Europa verhuisd. En die heeft. Een uh, website opgezet dat heet WikiLeaks. En daar zijn allerlei gelekte data, files, op gepubliceerd. Mm -hmm. Niet door hemzelf gelekt, overigens. Maar, of niet door hemzelf gehackt, maar, maar wel. Uh, en ook niet. Dus het is aan hem gelekt door andere mensen. Waaronder een zekere Chelsea Manning. Dat is dan een bekende daarvan. Dat was een Amerikaanse legerfiguur. En die heeft allerlei beelden van. Uh, oorlogsmisdaden die de Amerikanen tegen de Iraakse bevolking hebben gepleegd... gedeeld met Julian Assange. En uh, Wikileaks was dus eigenlijk een journalistiek platform, zou je kunnen zeggen. Ja. Uh, zoals NRC Handelsblad of de Volkskrant. En die hebben, hij heeft dus uh, zijn bronnen geanonimiseerd... en die, die gegevens gepubliceerd. Dus dat is wat een krant ook doet. Nou, toen hebben ze hem... Uh, dat was in 2010 of zoiets uit mijn hoofd, die, die periode... Toen hebben ze hem met, met wat, wat lullige valse aanklachten. Hij zou uh, een meisje tegen haar wil in een tongzoen hebben gegeven. Dat beetje echt flauwkul. Hebben ze hem uh, vastgezet. Toen zijn ze een enorme investering gaan doen in alle advocaten en zoeken. En hebben ze uiteindelijk een wet gevonden uit 1917. Een of andere Amerikaanse vergeten wet. Mm -hmm. Op basis waarvan dan iets wat hij gedaan heeft strafbaar zou kunnen worden gesteld. Uh, en sindsdien hebben ze hem in Engeland gevangen gezet en is er een lange procedure gaande om hem uit te leveren aan de Verenigde Staten... waar hij de doodstraf zou kunnen krijgen of levenslang. Hij zit dus nog steeds vast in Hij Nederland. zit nog steeds vast. Hij zit in Belmarsh Prison. Dat is een maximum security prison. En dus al dertien jaar zit hij in feite vast. Hij zat ook in de embassy voor heel lang, toch? Ja, hij heeft zeven jaar in de ambassade van Ecuador gezeten... want Ecuador had hem eerst politiek asiel aangeboden. Mm -hmm. Toen ziet hij via de ambassade... en dan zou hij daar naar Ecuador kunnen vliegen... Maar uiteindelijk heeft Ecuador die, dat asiel ingetrokken. Natuurlijk onder druk van de Amerikanen. Ja, ja. En toen hebben ze hem uiteindelijk uh, overgeleverd aan de Britse politie. Maar hij is zelf dus helemaal geen klokkenleider. Hij heeft alleen het platform gemaakt waarop mensen dingen kunnen Klopt. delen. Klopt. Okay. Ja, hij, hij is ook zelf wel een hacker geweest. Hij is ook oh, veroordeeld ja. ooit voor hacken, heeft hij straf voor uitgezeten. Maar vervolgens heeft hij niet. Hij, waar hij nu voor vastzit, is niet voor hacking, maar voor journalistiek werk. Voor het publiceren van dingen die de Amerikanen niet willen dat. Mensen weten. En ik vind het van ongelooflijk belang dat wij journalistieke vrijheid hebben en dat, we, dat wij dingen weten over wat er gebeurt. Ik denk dat uh, dit soort oorlogsmisdaden. Dat is heel belangrijk dat we dat weten. En stel, hij zou nu naar Nederland komen, dan zou die uitgeleverd worden aan ja. Amerika. Okay. Ja. Um, in Nederland heeft een uitleveringsverdrag ja. getekend. En, uh, en zal, dan, zal dat ook doen. heeft uh, ook een. Uh, uh, ja, wij, wij pakken mensen op die de Amerikanen willen dat we oppakken en we leveren ze uit. Okay. Maar dat zouden we natuurlijk, daar zouden we een uitsprong in kunnen maken en we zouden hem asiel kunnen aanbieden. En ik vind dat een heel mooi ideaal. Ik vind dat ook passen bij de traditie van Nederland. Dat is een beetje een vrij haven. We zijn er altijd geweest. En Edward Snowden is een ander verhaal. Dat is een jongen, ook een hacker. Een hele briljante jongen die al, uh, die is even oud als ik, maar die heeft al op zijn, zijn zesde... Zijn vader was zat ook in het leger, was intelligence officer. Die had dus als eerste een computer. Toen heeft hij het Amerikaanse atoomprogramma gehackt. Op zijn zesde. Op zijn zesde. Zes, oh, maar hij had, geen, um, hij had natuurlijk helemaal geen slechte intenties daarmee. Hij vond het gewoon grappig om het te proberen. Mm -hmm. Dus hij had opgebeld uh, naar dat, dat telefoonnummer van... Ik heb jullie uh, ja, gehackt en zo. <laughs> En die mensen wisten helemaal niet wat een hacker was. Heel grappig, hij heeft een boek geschreven. Daar beschrijft hij dat op een hele leuke manier. Uh, en toen werd hij teruggebeld. Dat ingesproken met antenapparaat. En uh, van uh, ja, wie ben jij dan eigenlijk? <laughs> ja, I, I need to go to school now. But how old are you? I'm six years old. Wat? <laughs> gek. Even op laten pakken. Ja, nee, ja, uh, jij is, nee, is nee. laten solliciteren. Ja, de, precies. Dat mensen is helemaal ge voor een programma. Oh. En, en uh, uh, uiteindelijk is hij. Uh, hij beschrijft dan: gaat hij naar Hawaii, want de, de, daar zit een onder, bestaat een groot ondergronds tunnelnetwerk. Uh, waar int internetkabels bij elkaar komen. En dat is het centrum van de organisatie NSA, National Security Agency. Um, dat is een organisatie waar heel veel mensen het bestaan überhaupt niet van wisten. voordat hij dit allemaal als klokkenluider wereldkundig maakte. Maar daar wordt eigenlijk het internet van de hele wereld afgetapt en gemonitord. Ja. Dat is dus een, een soort spionage hoofdkwartier van de wereld, zou je kunnen zeggen. Mm -hmm. En hij heeft uh, daar uiteindelijk via een USB-stick bewijzen van naar buiten gesmokkeld. En toen is hij gevlogen naar Hongkong. En daar heeft hij dat uh, gedeeld met uh, journalisten van de New York Times en The Guardian. En uh, het, de, de, de reden dat hij dat deed was omdat hij. Uh, ervan overtuigd was, en ik ben daar ook van overtuigd, dat er grootschalig uh, misbruik wordt gemaakt van die, die macht. Dus het is begrijpelijk dat geheime diensten bepaalde macht hebben om, uh, ja, weet ik wat, de terroristen te onderscheppen of een bankoverval te stoppen ofzo, als iemand mm -hmm. iets wil. Maar ja, hij zei, dit is, dit is gewoon puur onethisch. Ja, onethisch. Het wordt misbruikt om mensen te chanteren. Het wordt misbruikt om Amerikaanse bedrijven te bevoordelen ten opzichte van andere bedrijven, het wordt gebruikt om gewoon überhaupt de privacy van burgers grootschalig uh, aan te tasten. Hij heeft uh, ook wel een interessant verhaal gehad met Rusland toen, toch? Ja, en toen zat hij dus in Hongkong en toen zou hij ook naar Ecuador, zou hij daar uh, asiel kunnen krijgen. Uh, maar hem gebeurde hetzelfde als wat met Assange gebeurde. Hij zat in het vliegtuig en Ecuador trok de uh, asiel, de verlening ja. in. Oh mijn god. Uh, dus hij zou naar Amerika worden verscheept... en daar ongetwijfeld de doodstraf krijgen. Mm -hmm. uh, maar um, het vliegtuig maakte een tussenstop in Moskou. Geniaal. En dat heeft hem het leven gered. Wauw. Is je gewoon uit gaan rennen of zo? Um, uh, 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 nee, daar heeft, daar heeft hij uh, uh, politiek asiel aangevraagd. Uh -huh. Dat beschrijft hij ook in zijn boek. Dat hij vervolgens door de Russen werd uh, gerecrued... om uh, zeg maar als spion dan voor de Russen te gaan werken. Mm -hmm. En dat hij dat dus niet wilde. En dat de Russen toen, um, ja, het systeem, het Russische systeem dreigde toen hem alsnog uit te leveren. En dat Poetin toen persoonlijk heeft gezegd, nee, deze man verdient het om asiel te krijgen, want hij, hij heeft een, uh, staat voor een nobele zaak. Oh. En ik vind ook dat Snowden voor een nobele zaak staat. Ik denk dat, het, um, dat we nog niet begonnen zijn om de implicaties van de moderne technologie tot ons door te laten dringen. Hoe wij manipuleerbaar zijn door algoritmes, door, doordat ze gewoon alles van ons weten. En we moeten daar controle op houden via een democratisch proces. Uh, en hij heeft dat aan de kaak willen stellen. Hij heeft ook op geen enkele manier mensen in gevaar gebracht. Hij heeft alleen maar die informatie gedeeld met die journalisten. En die journalisten hebben daar discrete artikelen over geschreven waarin waar geen. Weet je wel, met naam en toenaam, waardoor mensen Amerikaanse... Dat zeggen ze dan, hè? Hij heeft het Amerikaanse leger in gevaar gebracht. heeft de strategic positions blootgelegd. Dat is helemaal niet waar. Hij heeft gewoon het verhaal verteld. En dat is wereldkundig gemaakt via hem. Mm -hmm. En ik vind hem ook een held. Ik vind, dat, ik vind Julian Assange en Snowden allebei helden. Uh, en ik denk dat zij de strijd voeren die wij allemaal moeten gaan voeren. Dat is een hele belangrijke strijd. Dat is namelijk om in het... ...de globalistische tijdperk, de 21e eeuw, de, de technologische eeuw... ...waar we ingaan uh, bepaalde mensenrechten te beschermen. Uh, en uh, on, ons ook te weren tegen propaganda... ...die zo gigantisch geavanceerd is... ...zoals we bijvoorbeeld ook met corona hebben gezien. Uh, de, 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 de afdeling die de... VR, de Public Relations van de Britse overheid in de tijd van corona organiseerde, mm -hmm. was de psychologische oorlogsvoering afdeling van de Britse geheime dienst. Um, de, de CIA was vanaf het allereerste begin zeer nauw betrokken met hun psyops... ops dus hun psychologische operaties, dus manipulatieoperaties, bij het Amerikaanse overheidsbeleid ten aanzien van COVID. Dus uh, uh, dit, dit zijn, uh, we zijn met z'n allen een angst in gemanipuleerd. Grote angst, lockdowns, weet ik wat allemaal. Beelden van mensen die spontaan dood neervielen op straat in China. Gingen de wereld over, doodskisten vol. Bleken, die beelden bleken helemaal niet uit Italië te komen. Gemanipuleerd. Uh, om te voorkomen dat dat weer gebeurt... moeten we controle hebben op wat die geheime diensten doen. Moeten we controle hebben op wat het leger doet... En we hebben dus uh, media, meer misschien? mensen zoals Julian Assange en Snowden nodig. Ja, en de media mm. uh, verzaken hun rol. De media zijn eigenlijk voor een heel groot deel verlengstuk geworden van de overheid. In plaats van kritische mm -hmm. controleur. Dat ja, andersom te zijn eigenlijk. Ja, politieke mensen, partijen zetten media in om hun eigen agenda door te drukken, toch? Dat is. Uh... Ja, en, uh. en als je kijkt naar de manier waarop de media. Um, ik weet niet of dat slecht is trouwens. Maar. Ja, ze, 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 ze zagen zichzelf tijdens COVID als medeverantwoordelijk voor het laten slagen van het regeringsbeleid. Maar, dat vind ik een hele gevaarlijke situatie. Waar komt dat, dat vandaan, mening. denk je? Ja, dat is natuurlijk de vraag aller vragen. Hè? Mm. Um, ik denk dat. Er is een sociologisch proces is van erbij willen horen bij heel veel mensen. En dat ze voelen intuïtief aan wat ze daarvoor moeten doen. Mm -hmm. Ik heb dat in mijn leven heel vaak meegemaakt. Dat je merkt dat mensen denken, nou, ik hou maar liever even mijn mond. Mm -hmm. Of uh, nou, dat dit, dit is blijkbaar een vraag die je niet mag stellen. Mm -hmm. Ja, Ik ja. denk een hele interessante van. Uh, Eén of twee weken terug over de Maanlanding en ja. over um, 9-11. Ja, was... Want jij ja. kreeg niet heel veel spreektijd toen, wil je dat misschien nog naar het toelichten. Ja, um, graag. Kijk, 9-11 en de Maanlanding zijn twee voorbeelden van uh, hele bepalende gebeurtenissen in de, in, in de afgelopen tijd. Mm -hmm. waar, uh, en ik kan nog veel meer voorbeelden geven, de moord op John F. Kennedy. Uh, de moord op Pim Fortuyn. Mm -hmm. uh, de, het opblazen van de Nord Stream pijplijn. Recent. Waar dan meteen... Dit is het verhaal. Dit is het officiële verhaal. En iedereen die daar vragen bij stelt... die moet weg. Weet je wel? Die, is, die is gek. Die moet de mond gesnoerd worden. Die wordt uitgelachen. Dat mag niet. Ja. Mm -hmm ja dat is dan gaan bij mij gewoon meteen alarmbellen af dan denk ik hé, hey, wacht eens even hey, onderzoeken ja, ja, ja zo makkelijk kan het toch niet zijn waar je zo... niet over mag praten dat is vaak waar ja dit... en, en het is ook zo dat ik helemaal niet betoog dat ik dan zeker weet um, weet je wel, hoe het precies hoe het gegaan is of ja. zo ik denk maar... dat dat het beeld is dat heel veel Nederlanders krijgen als ze dat stukje zien waarin Geert Wilders jou de vraag stelt: wat denk jij nou dat er is gebeurd? Dan krijg je alleen maar dat kleine stukje spraaktijd. En mensen maken daar dan uit op dat jij denkt dat het nep is. Ja. Terwijl jij eigenlijk alleen maar afvraagt of het altijd zo is als, uh, als ons. Precies, wordt. en er zijn, hele, er zijn gewoon hele rare dingen uh, in, in de wereld, heel veel hele rare dingen. Maar je denkt van, hmm, dat is toch wel Heb je een voorbeeld dan bijvoorbeeld bij nou, de 9-11? Nou, ja, 9-11 ook, maar als je me toestaat, eerst heel even iets recent. Dat ja, maar... is namelijk het, um, het corona-vaccin. Mm -hmm. mm -hmm. dat, oh, dat is alleen maar goed en je bent 100% beschermd. En, en er waren ook geen mensen die gingen dan uh, vragen stellen. Van, maar hoe zit dat dan? En waarom hebben we er zoveel bijwerkingen? En je kan het toch nog steeds krijgen als je de vaccin hebt genomen. Oké, okay, dus wat heb je er dan eigenlijk aan? Oh, het beschermt helemaal niet tegen transmissie, dat Pfizer op een gegeven moment heeft toegegeven. Terwijl ze zeiden toch, je doet het voor een ander. Dat verhaal is gewoon totaal in duigen gevallen. Het klopt voor geen meter. En dat komt doordat mensen gewoon vragen gingen stellen. 9-11, ja, het, het, er zijn een aantal hele rare dingen. Dat is bijvoorbeeld bij dat er een gebouw, gebouw nummer 7, eh, wat eh, een, een stuk ver. Afstaat van die twee torens, is ook ingestort. Uh, en uh, ja, hoe dan? Er is niemand hmm. die dat kan verklaren. Ook in het officiële 9-11 report, er is een heel dik boek geschreven, het officiële overheidsverhaal van wat er gebeurd, wordt dat helemaal niet genoemd. Jij vertelde ook iets over een paspoort uit het. Uh, was dat letterlijk gebeurd? Ja, ja, er is dus ook een intact paspoort van een van de kapers is in dat puin gevonden. Dus die liften die, die zijn allemaal gesmolten enzovoorts. Hmm. Maar ja. uh, het paspoort is intact uh, gevonden. Heel onaannemelijk. Ja, um, ja. Überhaupt dat die torens zomaar instorten ja. en elkaars recht als een soort controlled demolition. Terwijl er talloze voorbeelden zijn van vliegtuigen die in gebouwen vliegen. En die gebouwen die, die storten helemaal niet neer. Hè? Um, voordat ze daarin vlogen, is er een uur, hebben ze een uur lang rondgevlogen. Het is dus het best bewaakte luchtruim op aarde. Denk jij dat als jij een vliegtuigje kaapt boven in New York, dat je dan een uurtje zo lekker een rondje kan, kan vliegen, dat er niet even een straaljagertje komt om jou dwingend uh, te landen? Want waren er, er niet twee vliegtuigen gekaapt? Er zijn vier vliegtuigen gekaapt, maar die, althans, dat is het verhaal, mm -hmm. en, maar die andere twee, nou, eentje zou dan in het Pentagon zijn gevlogen, mm -hmm. maar er zijn nooit resten van een vliegtuig gevonden bij het Pentagon. Ik denk dat met dit soort dingen altijd de vraag bij mensen is: waarom? Waarom zouden ze erover liegen? Ook bijvoorbeeld met de maandhouding. Wat is het, de reden ervan? Um, ja, wat denk jij daarover? Met 9-11 en met de maandhouding? Nou ja, dus, ja oké, okay, maar even nog voor de, voor de duidelijkheid. Dus ik, ik zeg niet dat het uh, allemaal niet waar nee, is. Ik okay. zeg dat er een heleboel dingen zijn die ja. gewoon buitengewoon merkwaardig zijn. Mm -hmm. Buitengewoon merkwaardig aan dat hele verhaal. En um, ik vind het heel belangrijk om. Daar kritisch naar te blijven kijken, maanlanding ook, dus dat is we zouden dan daarna nooit meer naar de maan zijn geweest. Terwijl we hebben nu iPhone's met een technologie, die is miljoen keer beter en intelligenter. En is dat zoals... misschien dan een, de reden? Dan misschien de machtsvertoning dat Amerika vers in technologie dat laten zien aan andere landen? Dat zou misschien een reden kunnen zijn. Ja, maar goed, dan zou je toch als andere land... ook nog een keertje zin hebben om naar de maan te gaan? Waarom, waarom gebeurt dat dan niet? Mm -hmm. ja, het is, ik vind het gewoon heel vreemd. Uh, en er zijn heel veel dingen aan... dat ik denk, als je die maanlander ziet... dat ding dat hangt van het van plastic... en met, met uh, tie wraps aan elkaar. Dat is gewoon... Dat is denk ik iets wat ik ook heel vaak terug zie komen... bij uh, ondernemers om mij heen. succesvolle ondernemers. Is dat ze gewoon dingen niet zomaar aannemen... die dan ja. altijd verteld zijn. Heel veel van vragen. Zelf onderzoek maar, kritisch maar, maar, kijken. Maar nog... Want, want je vroeg net van, waarom gebeurt dat dan? Ja. Kijk, ik denk dat het überhaupt de houding... Als ik nu tegen jou zeg... Uh, dit is, dit, is, uh, <kijst> dit is groen. Ja. Mm -hmm. Kijk, dan, dan zeg je... Oh, grappig dat je dat zegt. <laughs> ik zie het als bruin. Maar vertel eens. Dat vind ik een normale reactie. Precies. Daarom vind ik het ook maar belangrijk... Om die taboes, te die zijn heel interessant. Want er zijn dus ook dingen... Dat, dat mag je gewoon niet... Dat mag je niet denken. Mensen doen de tv uit. Ja, of gaan je uitlachen. In de ja. kamer gaan je... Ja, dat zag je wel. Ja. En dat was ook met Nord Stream. Dus dat is die pijplijn die loopt van, liep van Rusland naar Duitsland. Amerika heeft steeds gezegd, die pijplijn, wat er ook gebeurt, die gaan we niet tolereren. Als jullie het niet gewoon zelf sluiten, dan zullen we iets anders doen om het te beëindigen. hebben ze mm -hmm. continu aangekondigd. Nou, op een gegeven moment wordt dat opgeblazen. En uh, iedereen zegt, ja, Rusland heeft het gedaan. De media, de politiek, alles. Dus ik loop naar uh, Rutte toe uh, in de Tweede Kamer. Ik zeg: Zou het niet ook kunnen dat de Amerikanen het hebben gedaan? Jongens, we moeten naar huis. Ik wil dit echt niet hebben. Hou op met deze onzin. Ik ga nu weg. Uh, voorzitter, kan het een keer stoppen, deze gekkigheid? Mm -hmm. Dat is raar. Dat is gewoon een rare. Dat is niet, dus als, het is hetzelfde met al die andere dingen. Als je zegt: ja, hoe is het dan eigenlijk gegaan? Met die maanlanding. Hoe zit dat dan met John F. Kennedy, de moord op John F. Kennedy? Wat, wat was dat nou eigenlijk bij 9-11? Er zijn wel heel veel losse eindjes aan. Laten we dat nog eens onderzoeken. Coronavaccinatie. vaccinatie mm -hmm. noem het dan maar op. Er zijn zoveel dingen die niet mogen, mm -hmm. en dan, dan moet je opletten. Weet je wel? Dan, moet je de, dan is er iets aan de hand. Ja. Ik zie dat bijvoorbeeld bij toen was er laatst, hadden ze dus blijkbaar bewijs van aliens of zo. Ja, ja Dat is ook grappig. Ja. ja, maar ik heb het gevoel dat als ze daar dan mee komen, dan geloof ik het juist eerder niet. Want dan voelt het, <coughs> het soort van als een afleiding van de rest. Zo bedoel ik. Ja, als, ik denk ja. dat je gewoon eigenlijk macht altijd moet wantrouwen. En dat is voor ons een heel gewoon principe als het gaat om bedrijven. Mm -hmm. Mm -hmm. Maar als het om de overheid gaat, dan hebben we ineens allemaal het idee dat het. Uh, dat het allemaal te goeder trouw is en dat er helemaal geen belangen spelen en dat het mm -hmm. allemaal mensen zijn. En stel jij komt aan de macht, zouden mensen dan nog steeds? Nee, maar ik ga. de mensen moeten, moeten mij zijn. ook wantrouwen. Maar wat, het eerste wat ik doe is de macht teruggeven aan de bevolking via referenda. Mm -hmm. Ja. En ik, dat vind ik ook zo'n no-brainer, zeg maar. Van, ja, de, de mensen moeten het toch voor het zeggen hebben. Mm -hmm. Is dat ooit zo in Nederland geweest? Nee. Het systeem? Nog nooit. Nee? Dat is het Zwitserse systeem, als ik het goed heb, toch? Ja, Zwitserland heeft het, uh, heeft het uh, uh, behoorlijk goed gedaan. Maar okay. wij hebben nu een wetsvoorstel. Dat ga ik uh, vanavond ook verdedigen in de Tweede Kamer. Kijk. Okay. Mm -hmm. En dat is eigenlijk het beste referendum dat je kan hebben. Dan kun je niet alleen corrigeren. Dus als de staat iets doet, de overheid maakt regels of zo. Dat je kan zeggen dat willen we niet als bevolking. Maar dat je ook kan agenderen. Dus je kan een referendum doen over iets wat. Helemaal niet wordt besproken. Bijvoorbeeld um, stoppen met alle subsidies voor elektrische auto's. Oké. Okay. Zeg maar wat. Mm -hmm. Daar kun je dan een referendum over doen. En daar kan iedereen dan op stemmen. Ja. Elke inwoner. En dan dat is dat gewoon de meeste, 51 procent. Ja, die beslist. De okay. meerderheid beslist. En uh, als mensen na een paar jaar er niet, niet meer achter staan, dan kunnen ze natuurlijk een nieuw referendum organiseren. Nou, Was dat niet bij Brexit zoiets, toch? Ja, Brexit okay. is een voorbeeld. We hebben het ook gehad over Oekraïne. Dus in 2016 hebben we een referendum gehad over Oekraïne. Dat is eigenlijk de oorsprong geweest van Forum voor Democratie. Dat ging over wat er nu aan de hand is daar. Mm -hmm. Dat was namelijk een mm -hmm. verdrag dat aan de basis ligt van de integratie van Oekraïne in de NAVO, dus in het Amerikaanse militaire imperium. Mm -hmm. En Rusland zei, jongens, als je dat doet, dan heb je gewoon oorlog. Doe het niet. Nederland was toen verstandig. Tweederde van de bevolking stemde tegen, maar Rutte negeerde dat. En nu zitten we dus in die oorlog. En omdat Rutte dat negeerde, dacht ik, ja, dit kan ik toch niet accepteren. Nu ga ik de politiek in. Ja? Zo is het gegaan. Dat was de druppel? Oh, dat ja. was de druppel, oké. Okay. Dat is in de zomer van 2016 geweest. Toen kwam Rutte en zei ja, ik heb een geitenpaadje gevonden. We creëren een inlegvelletje. Dus het verdrag blijft hetzelfde, maar we doen een inlegvelletje. Oké. Okay. Wat zat dat Wat voor? Wat was dat doel En er, er stond daarvan, uh, ja, de Nederlandse bevolking heeft toch wel een beetje twijfels bij dit verdrag. Maar we tekenen het. Hi. <laughs> Toen dacht ik, ja, motherfucker. Come on. Weet je wel. Het is wel een oh. beetje een vakje naar de bevolking. Mm. Als tweederde. Een totale fakje naar de bevolking. Maar het ergste is, de bevolking pikt dat ook gewoon. Ze <laughs> ja. stemmen gewoon weer op Rutte. volgende verkiezingen. Het is ongelooflijk. Ja, ik, dat, dat vind ik ook nog wel een beetje het gekke. Qua, dan kijken we naar wat er in de laatste jaren is gebeurd. En dan wordt, voel je genuit, maar eigenlijk niemand staat echt op. Want tijdens corona had ik ook niet het gevoel dat er veel protesten waren. En ik moet mezelf ook de schuld geven qua ik was het ook niet mee eens, maar ja, ik was 16, dus ik ging ook niet opstaan ervoor. En heel veel mensen voelen dat niet of zo, die haat. Er is net niet genoeg of zo, ja. het wel. Ja, mensen zijn heel passief en, en zijn ook bang om zich uit te spreken en hebben ook een kort geheugen. Dan zijn ze zijn het weer vergeten, en dan is er weer een of ander uh, relletje twee dagen voor de verkiezingen en dan denk ik, nou Rutte doet het toch wel, mm -hmm. toch wel goed. Mm -hmm. Ja, dat is helaas iets waar je tegen opbokst. Maar dat is ook een reden dat ik zo voor referenda ben. Want dan gaat het niet over de persoon, maar gewoon over het onderwerp. Mm -hmm. En dan kun je ook um, uh, over één thema per keer stemmen. Ja. Dus algemene verkiezingen gaan over honderd onderwerpen tegelijk. En het gaan ook nog eens over, over beloftes. Ja, een ja, dag ja. na de verkiezing kunnen ze doen wat ze willen. Mm -hmm. Maar is eigenlijk krankzinnig. Is het ook zo dat je denkt dat uh, bijvoorbeeld een Rutte slechte intenties heeft over het land? Of dat ze geloven gewoon. Niet correct zijn, waardoor hij de slechte keuzes maakt voor het land. Terwijl hij het beste wil eigenlijk. Volgens mij heeft iedereen altijd goede intenties. Volgens mij is er niemand die Precies, s ochtends ja. opstaat en denkt, eh, ook de grootste massamoordenaar in de geschiedenis. Die, die denkt dat zijn mening waar die is. Die denkt dat, ja. hij, dat hij het juiste doet. Hmm. Maar, nee, dus <laughs> niet om Rutte met een massamoordenaar te vergelijken. Nee, maar iedereen. Dus ja. nee, iedereen, iedereen staat s ochtends op en, uh, en denkt, uh, ik doe waar ik in geloof. Alleen, inderdaad. Datgene wat, wat Rutte gelooft, is denk ik uh, niet de juiste manier om het doel te bereiken. Nee, maar ik denk dat het heel erg beïnvloed is door de directe politieke omgeving. Ik denk dat. Uh, dus bijvoorbeeld met corona. Uh, wat, wat ik vind dat je zou moeten doen. Eigenlijk, als er zoiets gebeurt, dat dus, begint dan in januari, februari 2020, dan zou je eigenlijk moeten zeggen, ik ga me even twee weken opsluiten. Uh -huh. Uh -huh. En ik ga even heel veel boeken lezen over virussen. Ik ga dit even echt onderzoeken. En dan kom ik met een standpunt. Maar dat is helemaal niet hoe het leven van deze mensen is. Ze hebben de hele dag afspraken. Dat hebben ze ook nodig, want uh, daar leven ze van. Ze, mm -hmm. Zij voelen zich leeg als ze niet uh, continu mensen. Hè, afspraken, afspraken, afspraken. Druk, 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 druk. Mm -hmm. Met de auto, met chauffeur daarheen, daarheen. Uh, uh, uh. En zij lezen de krant en, en af en toe even een beleidsstuk. En daar baseren ze hun mening op. Ze hebben niet genoeg stilte om echt na te denken over ja. de beslissingen die ze maken. Het is allemaal heel erg gehaast. Ja, en dat zie je ook in de Tweede Kamer. Um, dat. Die Kamerleden die rennen de hele dag van commissiedebat... naar wetgevingsoverleg, naar vragenuurtje, naar iets met de media. En dan hebben ze bijvoorbeeld op vrijdag geen dingen te doen... en dan gaan ze meteen een werkbezoek plannen. Weet mm -hmm. je wel. Ze zijn de hele dag actief bezig. En, en, en dan zeggen ze ook nog eens een keer tegen mij, ja, je, je bent er te weinig. Alsof je, je werk en het belang van je inbreng en je, je standpunt... Te kwantificeren is. Of dat iets is van ja, als je honderd kamervragen hebt gesteld, is dat beter dan één goede kamervraag? Ja, en, en dat, dat verraadt gewoon precies hoe zij uh, in elkaar steken. Ik zeg altijd, ik vind eigenlijk dat die kamer veel te veel doet. Mm -hmm. Die kamer, dat moet eigenlijk één een, een dag per week zijn. Eén middag per week. Dat zou eigenlijk op hoofdlijnen mm -hmm. de richting van het land bespreken. En de rest van de tijd. In de samenleving zijn en, en studeren. Ze leven een beetje Na, in een, een bubbel. Over. Ja, ze leven in een, in een bubbel, absoluut. In een soort high energy. Het is ook een beetje verslavend. Mm. Dat, dat hoor je ook wel eens: dat als ze uit de politiek zijn, dat ze moeten afkicken en mm. dat ze in een zwart gat vallen en zo. En dat komt de hele dag. Belletjes, dingen, mails. Mm. Hoe ervaar jij dat dan als politicus? Ja, ik, ja. Ik, ik, uh, ik kies daar mijn eigen weg in. Zet ik, een stap terug. Ja, ik heb, ik heb ook deze zomer, twee maanden, gewoon echt gestudeerd op het onderwerp stikstof. Okay. Daar heb ik een boek over gemaakt. Mm -hmm. uh, dat heet Dus Niemand in de Cockpit. En dat gaat over al, al, over al dat beleid en wat is er nou echt aan de hand. En ik ben dan wel op bezoek geweest bij allerlei professoren, dingen uitgezocht. Maar dat is denk ik. Dat ook waar... mis ik totaal bij de rest van de politiek in Nederland. Ja, waar als politicus ook vaak van afhankelijk bent, dat is dan misschien ook je eigen keuze. Maar dat zijn de experts, toch? Dus de raadgevers waar Rutte misschien mee praat over corona en dat soort ja, dingen. Eh, maar, maar, dan maar zeg eh, jij dus eigenlijk, je moet meer het heft in eigen handen nemen en zelf onderzoek gaan doen. Ja, en je moet ook als, als uh, uitgangspunt hebben dat je minimaal twee tegengestelde experts mm -hmm. uh, wil. Beide kanten bekijken. Ja, ja, ja. En dat is absoluut niet zo. Als je kijkt naar. Inderdaad, hoe die experts, die experts uh, nu georganiseerd zijn. Dat is een uh, uh, zeer politiek gedreven netwerk van mensen die continu voor eigen parochie preken. En die helemaal geen tegenspraak meer dulden. En die dingen ook presenteren als ja, voldongen feiten. Mm -hmm. Dat is ook waar ja. we het net over hadden met bijvoorbeeld 9-11. Maar dat geldt ook voor het verhaal van de klimaatverandering of de stikstof. Dat is dan een soort van. Voldongen feit. Iedereen is het erover eens. Er is consensus over. Dat, dat is de, de totale onzin. Dat is een gecreëerde consensus onder een hele kleine groep mensen die proberen het debat te monopoliseren. Mm -hmm. Ik hoef. Oh, ja, sorry. sorry nee, ga maar. nee, dit was een heel ander onderwerp. Dus je kunt, uh, nou, en, en tot slot dan. En daardoor inderdaad ook aan die politici. Uh, een gevoel geven wat ze prettig vinden. Namelijk dat ze niet hoeven te twijfelen. Dat, 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 ze, dat, dat, uh, dat ze gelijk hebben. Wat de experts zeggen is duidelijk. Wat we moeten doen is duidelijk. Nou moeten we het alleen nog maar doen. Ja, ja, ja. En dan zitten ze dus in een do-modus. En dat is waar zij hun hele leven in willen zitten. Het zijn busybodies. Het zijn mensen die, die druk, druk willen zijn. Mm -hmm. En niet mensen die. Jij zei het stilte, dat vind ik heel mooi. Maar mensen die echt willen reflecteren op onderwerpen. En daarom was het ook zo veelzeggend. Was het zo ontmaskering van ze dat ze zo belachelijk reageerden op een opmerking over 9-11... of de maanlanding, of wat, wat dan ook maar. Mm het -hmm. maakt, maakt helemaal niet uit wat, welk onderwerp het is. Misschien hebben ze deze, geen... Dit is groen. Ja. Een, een normaal, open, geïnteresseerd mens zegt gewoon... oh, interessant, vertel. Mm -hmm. En deze mensen zeggen... druk, 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 druk. We ja. weten al hoe het zit. Ja, je wilt het gewoon aannemen dat je er geen zin in hebt. Moet zeggen, misschien heb ik dat ook wel een beetje. Ik heb geen zin om ja, erover na te denken. Het is denk, automatisch, ik het ja. Maar ik begrijp het. Over ja. welk onderwerp? Um, ik denk dat de meest voornamelijke uh, mogelijkheid is dat het wel eens gebeurt, bijvoorbeeld 9-11, op de manier waarop het is verteld. Oh, maar yeah, ik heb yeah, yeah, ook yeah. nog niet. Ja, Prima, dan, dan weer, ik heb me er ook nog niet echt heel erg in verdiept. En ik vind het wel altijd leuk om te horen en om te praten over mensen die, er, die het betwijfelen. Ik denk yeah. dat dat dus ook heel belangrijk is. Dat is denk ik ook jouw standpunt. Ik weet niet wat het niet voor je invullen, maar dat, dat je het gesprek aan moet gaan. Ja, ja, en precies. En, uh, dus, ik vind juist dat jij het heel goed. Ik, ik vind het hem niet erg als je zegt, nou, ik denk dat het wel zo is gegaan. Ja. Prima. Als je maar niet gaat uitlachen of dat soort dingen. Als ja, je niet ja, open staat. Dat is voor een beetje een kinderachtig, gesprek. misschien. Ja, en ik denk ook dat je pas leert op het moment dat je uh, open staat voor de mogelijkheid dat je het nog niet allemaal weet. Ja, dit is ook wat we in dit boek uh, toevallig, we hadden een expert erover. Marks Arena. Ja. Ja. En dat is een van de uh, principes, is. Um, wat? Uh, wat zei hij. Ja, dat je dus eigenlijk je ego aan de kant zet om te kunnen leren van een ander. Want als je ja. denkt dat je alles al weet, dan niks. ja, dan, kun, dan stel jezelf ja. niet open om te leren of om iets nieuws te ontdekken. Show. Mooi. Ik wil even inzoomen op het studeren, want heel veel van onze luisteraars zijn jong uh, ambitieuze mensen. En je had het net over, dus je hebt echt in de stikstof heb je echt ingezoomd in wat er allemaal gaande is. Ik vraag me af hoe dat, hoe werkt dat bij jou? Of heb je een beetje een vaste uh, plan hoe jij dingen onderzoekt, of hoe jij boeken leest? Uh, ja, uh, ik uh, ga uit van een vraag die ik zelf heb. Dus ja. wat, ik, wat ik denk dat onverstandig is als je een boek wil lezen... Het kan wel, maar het is, het is gevaarlijk, zeg maar. Je kan er makkelijk in verdrinken. Dat is dat je uh, gewoon... Uh, je laat leiden door het boek zelf en gewoon begint met lezen. En uh, dat kan wel. Maar dan raak je snel afgeleid... En dan weet je, waar ging het ook weer over? En onthoud je het niet? Mm -hmm. Dus je moet eigenlijk zelf iets willen weten. Bijvoorbeeld, ik wilde, over dat stikstof als voorbeeld, ik wilde weten hoe werkt die verzuring nou eigenlijk? Je zegt dan verzuurt de grond. Wat is verzuring mm -hmm. nou eigenlijk? Mm -hmm. Dan ga je dus gericht zoeken en dan merk je dat je aandacht erbij is en dat je, dat je geconcentreerd bent en gefocust bent. En dat was ook zo toen ik zelf studeerde. Uh, ik heb uh, uh, bijvoorbeeld geschiedenis gestudeerd en moesten we een boek lezen over middeleeuwen zeg maar wat dan kon ik dat boek helemaal hebben gelezen en dan was het uit en dan dacht ik wat heb ik eigenlijk gelezen ja. Ja, ik heb niks onthouden weet ken je ken wel heel herkenbaar ja ja en dan zit je ook een beetje afgeleid en dan denk je poeh, elke bladzijde een hoop tekst terwijl op het moment dat ik mezelf dan ging motiveren door ...te beginnen met mezelf vragen te stellen. Ja, hoe was dat eigenlijk, dat leven in de middeleeuwen? Ja. Mm -hmm. Hoe ging dat eigenlijk? Probeer je ook een beetje geïnteresseerd te raken erin? Ja, dat, Jezelf te maar, tricken? Ja, maar ik heb, er is een motto van uh, de Franse schrijver Gustave Flaubert. Mm -hmm. En die zegt... Um, ...om iets interessant te, te maken... ...is het voldoende er lang genoeg naar te kijken. Dat vind ik een heel mooi motto. Dus ik, en ik geloof dat ook echt. Ik mm -hmm. geloof dat... Bij wijze van spreken, dit blikje hier, dit is zo interessant. Mm -hmm. als je er, eerst denk je, ja, een blikje, whatever. Maar hoe wordt dit nou gemaakt? Hoe zou dat eigenlijk gaan? Ik wil wel eens in zo'n fabriek gaan kijken. Ja, Aha. weet je wel? En dan, waar komt dat materiaal eigenlijk vandaan? En dit logo, wie heeft dat ooit eens bedacht? Je, je ziet ja, toch ook ja, als, <laughs> als de telefoon, als iemand telefoon leeg is of zo... en je hebt eigenlijk niks voor hem te doen, dan ga je gewoon kijken naar dingen. Ja, en dan merk ja. je op... Dan, Vallen opeens bepaalde dingen op. Maar dat op. is ook dat kinderlijk of zo. Wat we ja. net over het kind zijn. Ik, heb heel erg, ik vind heel maar erg dat goed kinderen dat ook. Ja. En ja, de kinderen kunnen heel open naar de wereld kijken. Ja. Nieuwsgierig. En, en veel mensen die ouder worden, die verliezen die nieuwsgierigheid. Ja. En die, ja, die raken een beetje vastgeroest of zo. En dat, uh... Maar ja. ik vind wel dat... Kijk, studeren. Veel jonge mensen die, uh, uh, die, die studeren... Ik vind dat de studie te veel een leerfabriek is geworden. En het, het zou eigenlijk meer moeten draaien om, zoals ik het nu beschrijf, je eigen vragen. Ja. En natuurlijk kun je dan begeleid worden in hoe je, daar, die vra hoe je daarmee aan de gang gaat. Maar uh, ik vind dat we heel veel eigen initiatief doodslaan in deze samenleving. Mm -hmm. En mensen gaan een beetje passief. Ja, ik moest het, moest het leren voor het tentamen. Ja. ja, dat is... Gewoon zo zonde. Ook misschien het concept als je een fout maakt dat je daarop wordt afgestraft. Als je je hand opsteekt en je zegt iets verkeerds, word je uitgelachen. Opstekt. Ja, toen ik les gaf, was er, was er één regel: er bestaan geen domme vragen. Domme vragen zijn eentje die niet gesteld is eerder. Ja, mm -hmm. het is dom als je een vraag niet stelt, maar ja. er bestaan geen domme vragen. Maar ik vind het, dat dat vind ik een heel uh, belangrijk iets van het soort samenleving dat ik zou willen. Dat is een samenleving van eigenzinnige, nieuwsgierige, open mensen. Die ja, alles eigenlijk wel interessant vinden en alles willen onderzoeken. Kun je dat, denk je, stimuleren of moet dat in je zitten? Nee, ik denk dat je dat kunt stimuleren. Ik denk dat dat van jongs af aan eruit geramd wordt bij mensen. Weet je wat daar ook een rol in speelt? Dat is iets waar ik me heel erg, wat me heel frustreert, dat is dat hoger en lager opgeleid. Mm -hmm. mm, ja, ik ben lager opgeleid. Nee, ik dat geloof dat ze. niet. <laughs> Kijk, misschien ben je praktischer opgeleid. Je hebt mensen die zijn theoretischer opgeleid en mensen die zijn praktischer opgeleid. Maar waar het, waar het om gaat, is dat je een werkend stel hersens hebt. Dat je mm -hmm. je vragen kan stellen. Uh, en heel veel mensen die hoog opgeleid zijn, die mm -hmm. vind ik hartstikke dom. <laughs> en heel veel mensen die laag opgeleid zijn... Kan ik me wel even Die vinden, zijn ja. heel creatief. Ja, ja. Mm -hmm. en, die, en die kunnen zelf dingen bezinnen. En die weten hoe ze uh, moeten improviseren. Ja. En volgens mij is dat iets wat... Dus de, de mensen die dan... Je krijgt dan het label laag... Die houden dan hun mond en die schamen zich. Die denken, ik zal, die andere zal het wel weten. En die mensen met het label hoog, die hebben twintig jaar lang uh, moeten doen wat de professor zei. Die hebben helemaal geen eigen gedachten ja, meer. Ja, ja, en zo, zo kil je gewoon de vooruitgang in je samenleving. Gewoon hoog opgeleid in de informatie die ze hebben gekregen, maar daarnaast hebben ze niet echt hoog opgeleid in iets anders. Of hoog opgeleid in sport, of hoog opgeleid in überhaupt sociale contacten. Het ja. is een beetje die bubbel waar we het net over hadden. Precies. Ja, ik denk echt ja. dat het, dat een het is van zelf nieuwsgierig zijn, dingen ontdekken. Bijvoorbeeld Sherif, ik kan een dieper gesprek met hem voeren dan veel mensen op de Unie. En uh, <laughs> dat komt waarschijnlijk gewoon omdat hij zelf dingen onderzoekt, zelf boeken ja. leest en vragen stelt. Misschien een belangrijke. Ja, mijn uh, oudste en beste vriend, die ken ik al sinds mijn derde. Die is uh, een uh, boeddhistische alpengids ik heb helemaal geen opleiding gedaan. Wat is een Alpengids? Ja, dat hij wandelt door de Alpen. Oh, oké. Okay. Oh, wat? En hij heeft lang haar en hij slaapt in de buitenlucht. En mm -hmm. uh, hij uh, weet alles van welke bloemen eetbaar zijn en welke niet. En hij kan in een beekje, kan hij zich wassen en uh, met één lucifer een grootste vuren maken. En dat is wel dat vet. Is, ja. ik, heb, ik heb met hem ook geweldige gesprekken. Ja. En we zijn enorme goede vrienden, maar onze levens zijn totaal anders. <laughs> Ja, ik vind het ook heel belangrijk eigenlijk voor de samenleving dat je dat, um, dat soort dingen laat zien. Dat je het overbrugt, want uiteindelijk moeten we het ook met z'n allen doen. Dus, en niet iedereen is hetzelfde, gelukkig maar. Zeker mm -hmm. weten. Denk je dat je ooit zo'n leven zou kunnen leiden wanneer alles is gelukt om gewoon naar de Alpen te gaan? Nee, nee, nee. Dan nee. Dan ja, wel nee. voor een week. Maar oh, dan okay. heb ik. <laughs> nee, maar dat is inderdaad ook zo. Dat eigenlijk zou, zou iedereen <laughs> af en toe een soort stilte retraite ja. moeten doen. Ja, nee, nee, gewoon scherp. niks, even afkicken van alle prikkels. Maar heb, heb je daar wel eens aan gedacht om dat te doen? Of kan dat nu echt niet? Nou, deze ja, nu komen zomer is ik met hem gaan hiken. Okay. En uh, toen liepen we een berg op. En op een gegeven moment merkte ik, ja, weet je, geen bereik meer. Ja. En dat je echt even denkt van, oh, maar, huh? maar, wacht even, dat ding zat altijd aan, ik heb ik altijd bij me. Mm -hmm. Nu ineens. Uh... Van die neppe wereld in de echte wereld. Even. Eigenlijk ja. wel. E eigenlijk is dat heel mooi. En het is ook heel mooi om s'avonds zo fysiek moe te zijn. Je een beetje in zo'n alpenhut met een vuurtje erbij, een kop ja. warme chocolademelkje, een beetje zo. Zit. Oh, dat nog wel dan? Ja, ja <laughs> dat wel denkt, nou. ook <laughs> Uh, ik hoef niet zoveel meer. Het is heel, uh, heel mooi om te doen. Het is heel simpel, maar het voelt zo... Ik weet niet, zo natuurlijk. Het is net alsof het natuurlijke instinct is eigenlijk rust. Ik heb het gevoel ook wanneer ik heel lang... Bijvoorbeeld, ik ben laatst naar Amsterdam verhuisd. Het voelt zo druk. Mm. Terwijl ik woon eerst in het dorpje en daar voelt het allemaal wat rustiger. En ik heb het gevoel dat mijn lichaam eigenlijk helemaal niet gemaakt is... voor die drukte en die constante prikkels. Ja. Snap je een beetje wat ik bedoel? Hoe ervaar jij wonen in Amsterdam? Ja, ik, ik denk dat het ook echt wel heel erg gewenning is. Dus over twee mm. jaar denk ik dat je daar misschien anders over denkt. Um, maar ik snap het heel erg goed. En uh, ik vind het zelf uh, wel, wel heel erg fijn. Uh, maar dat heeft ook nog met iets anders te maken. Dat is duidelijk dat, dat ik wel heel bekend ben. En uh, in Amsterdam ben ik anoniem. Redelijk anoniem. Ja, dat is wel interessant. Zoveel toeristen zijn ja, en okay. zoveel... Uh, ook andere bekende mensen daar wonen en Amsterdammers zijn fucking arrogant. Is dus je weer ja, okay, uh, whatever. Ik hebben het gewoon achter in de rij gaan staan met de bakker, gasten. Wie <laughs> ben ja. jij? Dat, dat is heel bevrijdend, dat is heel ja. lekker. Uh, mm -hmm. En als ik in een uh, uh, kleinere <laughs> dorp of stad zou wonen, dan dat merk ik nu ook, als ik daar dan ben, dan. word moet je echt zo. Aangekeken. Celebrity. Ja, dat ben je echt een show. Dat is, dat, dat is onvrij. Mm. Mm -hmm. Dus dat, dat kan ik me voorstellen. Mee. Ja. Ga je, denk je, ook blijven wonen in Amsterdam, nu je zoontje er is? Uh, we zijn net uh, in Amsterdam verhuisd. Uh, wel naar een wat meer buitenwijk, een wat rustigere buurt. Maar uh, ja, voorlopig wel. Voorlopig denken we dat we dat wel willen. We zijn naar scholen ook aan het kijken voor hem en zo. Dus we, we, we... gaan die niet naar jullie school. Nee, kan die wil niet meer. Als het wel, als het wel, het zeker gedaan. Okay. Maar dat is gewoon te onhandig. Ja. Mm -hmm. Dus, uh, maar dus, en je hebt ook wel natuurlijk ook wel andere goede scholen dus, uh, aan het kijken. Uh, maar ik sluit niet uit dat als hij nog wat ouder wordt en misschien ook uh, nog één of twee kinderen bijkomen, dat we dan wel de stad uit gaan maar toch meer ruimte willen. En, mm -hmm. Ja. Maar voorlopig zitten we daar goed. Oké. Okay. Okay. We eindigen altijd de podcast met uh, drie diepe vragen. oké. Okay. Ja, <laughs> spannend. Maar door. Gio, je mag ze stellen. Wat is het slechtste advies dat je ooit hebt gekregen? Gehoorzaam zijn. Okay. Hoe heeft een mislukking of schijnbare mislukking je uiteindelijk opgezet voor later succes? Of heb je een favoriete mislukking? Wauw. Ja, ik denk dat dat de splitsing van, uh, van mijn partij is geweest. Uh, de partij is drie keer gesplitst. Er zijn drie keer mensen afgesplitst. En alle drie de keren uh, voelde ik als een groot falen en als een enorme mislukking. Ik heb ook alles gedaan om dat te voorkomen, intern. En, en, uh, maar uiteindelijk heeft dat er wel toe geleid dat Forum de vrijheidsbeweging is, een vrijdenkende beweging is die het nu is. Dat mm -hmm, was nodig. Het was uiteindelijk nodig. Want al, en dat zie je ook hè, als je kijkt naar jaar 21 bijvoorbeeld, dat is een afsplitsing van ons. Die, um, dat is gewoon een waardeloos, uh, waardeloos club. Mm -hmm. dus het, het, het is niks, het is, het is een slappe hap. En wij hebben dat, gewoon onze integriteit behouden. Maar ik vond het elke keer dat het gebeurde, vond ik het verschrikkelijk. Ongeluk met geluk. Ja. Hoe wil je laten herinnerd worden? Als een eerlijk man. Ik wil je bedanken? Ik, ik wil jullie dus bedanken. <laughs> dankjewel, super waardevol gesprek. We gaan over 9-11 nog wel eens door. Ja, is goed. Ontzettend bedankt. Ja, voor, uh, <laughs> succes met de verkiezingen. Um, wil je nog iets zeggen tegen de mensen? Boodschap? Ja, ik denk dat, normaal zeggen we dan waar kunnen mensen je vinden op Instagram. Ja, ja, dat is wel wel. Bij hey, ik wil jullie bedanken voor het kijken en ik hoop dat jullie een leuk gesprek vonden en dat je er iets van hebt opgestoken. En, uh, vergeet niet, 22 november, je kan op ons stemmen en ik hoop dat je dat doet. Yes, -da. Dankjewel.